Goedenavond kijkers in de gemeente Elburg en wereldwijd, want we zenden deze wedstrijd ook via internet uit. De tweede wedstrijd van de Veluwe Cup 2016, de zevende editie. Voor de heren die bij mij staan, ik ga ze even introduceren. Dat is trainer Raymond van Schovenhoven van de Elburger Sportclub. Guido Vlierhuis van voetbalvereniging Ovios. Zij gaan vandaag de strijd met elkaar aan. Hebben allebei al een wedstrijd gespeeld. Guido, voor jou is de ervaring nieuw met de Veluwe Cup. Op social media zag ik al iets van je voorbij komen. Hoe heb je die eerste wedstrijd ervaren? Nou, de eerste wedstrijden zijn natuurlijk altijd leuk om weer te beginnen. Hè. We hebben een aantal keer getraind, een keer of vijf was het. En dan is het gewoon lekker om weer een wedstrijd te spelen. En de jongens hadden er zin aan, zag je ook in de wedstrijd. Dat was super gretig. Nou, daar gaat natuurlijk nog een heleboel fout, maar dat is helemaal niet erg. Maar nee, de eerste wedstrijd was hartstikke leuk. Dat is mooi. Dus dat is helemaal mooi. Ja, je start is in ieder geval goed. 2-0 gewonnen van Oene. Ik heb die wedstrijd natuurlijk ook aandachtig gevolgd. Terechte overwinning, daar zou ik niets van zeggen. Aandachtspuntje, misschien verdedigen toch wel? Want Oene heeft toch al een paar hele grote kansen gekregen nog. Ja, er zijn nog een heleboel aandachtspunten hier in de voorbereiding. En toevallig gaan we de komende twee weken gaan we daar ook op trainen. Dus daar gaan we het storen gaan we aanpakken, zeg maar. We hebben tot nu toe heel veel op het opbouwen getraind. Nou, deze komende twee weken hebben we daar aandacht voor. En er kwam inderdaad in die wedstrijd wel naar voren dat we daar wel nog wat aandacht nodig hebben, zeg maar. Dus nee, daar gaan we de komende week op trainen. En vandaag zullen we daar iets van terugzien. Dat we daar ook wat beter in zijn geworden. Gisteren hebben we nog even op getraind. Dus nee, dus dat heeft de aandacht. Prima, nou dat is voor jou niet zo goed nieuws Raymond. Jij had de primeur met jouw elftal wat betreft de live uitzendingen van Loot TV. Die wedstrijd hebben we uitgezonden. Je hebt hem al teruggekeken? Ik heb hem niet helemaal teruggekeken, want zo best vond ik het niet. Omdat ik nog twee keer 90 minuten aan te gaan zien, had ik niet zoveel zin in. Maar ik heb wel wat momenten teruggekeken inderdaad. Wat van geleerd? Want als ik nou even aansluit op het misschien de verdedigend, nog wel wat verbeterpunten bij Ovios. Dat gold voor jullie zeker aanvallend. Ja, nee, dat klopt. Ik vond dat we in balbezit in ieder geval de intentie hebben getoond om te voetballen. En ja, dat niet ver genoeg is en dat we te weinig diepgang brachten afgelopen zaterdag nog duidelijk. De inpassing van jongeren, ik heb het in de uitzending ook gezegd, dat is niet makkelijk. De jongens die moeten gaan wennen aan seniorenvoetbal, dat vraagt toch heel iets anders. Je hebt een aantal jongens die echt hun allereerste wedstrijd bij het vlaggenschip hebben gespeeld. Wat is jouw indruk daarvan of kun je er eigenlijk nog niet zoveel van zeggen? Nou, ik denk niet dat ik er heel veel over kan zeggen, maar dat het wennen was duidelijk voor de jongens. En dat mag ook, hè, eerste wedstrijdje. Sowieso een eerste wedstrijd is wennen. Maar dat de jongens zeker in het fysiek een paar keer het schrik-effect kregen van wat gebeurt me nou. Maar ja, dat was duidelijk. Dan staan ze vandaag een leuke wedstrijd te wachten, want Ovios Elburg, ja, dat is, ik heb het al eerder een klassieker genoemd op derbygebied. Is heel vaak gespeeld in het verleden. Prachtige, spannende potten. Kunnen we zoiets vandaag ook verwachten of gaat het allemaal, staat het echt alleen maar in het teken van het oefenen? Ik kan me dat nauwelijks voorstellen, want zoveel oefenwedstrijden of zoveel derbies gaat Ovios dit jaar niet spelen. Nee, dat klopt. Als je naar de competitie kijkt, dan spelen we niet veel derbies. Eigenlijk geen één. Dus dat is jammer, hè? Want Harder zat er vorig jaar nog weer in. Dat was een mooie derby, maar dit jaar niet. Maar deze wedstrijd leeft wel bij de jongens. Dat heb ik wel gemerkt in de voorbereiding in de aanloop naar deze wedstrijd. Dus ik denk dat wij gaan wel volop vandaag. Dat zeker, ja. En daar heeft Elburg zijn plan voor klaar liggen? Daar hebben wij ons plan voor klaar liggen. En dat is? We gaan van onze eigen kracht uit en dat is ons plan. En dat zal zo blijven. Waar ligt bij jou de nadruk op in deze wedstrijd? Nou, dat we aanvallend mee gaan brengen. En bij jou, wat is verdedigend, hebben we het al even over gehad, maar je zal een complete strijdplan hebben, denk ik? Nee, we hebben een compleet strijdplan en dat strijdplan dat zijn we aan het trainen, dat zijn we aan het inoefenen, zeg maar. En ja, dat wordt steeds uitgebreid en wat we trainen, zeg maar, dat willen we terugzien in de wedstrijd. Dus dat is waar we nu mee bezig zijn in de voorbereiding. En daar gaan we ook straks in de rust weer op terugkomen en na de wedstrijd weer. Dus elke keer proberen we die speelwijze te ontwikkelen. Nou, en dan hopen we op 3 september, als de start van de competitie is, om er helemaal klaar mee te zijn. Chris van der Pol staat bij jou in het doel. Dat stond u de vorige wedstrijd ook al. Ik zag Harold Ponstein op de lijst staan. Dat betekent dus dat hij terug is, want hij was waarschijnlijk op vakantie of in ieder geval verhinderd de vorige wedstrijd. Heb je al een keuze gemaakt voor eerste keeper of laat je dat nog even in het midden? Nee, die twee die gaan de strijd met elkaar aan. En het klopt dat Harold op vakantie was, die is nu weer terug. Dus die zal ook de wedstrijden gaan keepen in de voorbereiding. En Chris heeft er al twee op zitten. En Harold gaat straks ook zijn wedstrijden keepen. En dan kijken we aan het einde van de voorbereiding wie de beste keeper is. En die gaat de eerste keuze zijn. En ja, voor jou eigenlijk niet voor het eerst. Want jij hebt een goede dilemma. Want twee, in mijn ogen, toch redelijk gelijkwaardige keepers. Heb je al een idee daarover?
Ja, kijk, dilemma. Ik vind het eigenlijk prachtig, want vorig jaar, dat weet je, zaten we een ander schuitje. We hadden in principe geen keeper om deze tijd. Dus dat we er nu twee hebben, dat is alleen maar positief. Heb ik mijn ideeën erover? Ja, die heb ik. Alleen, ze weten allebei dat het wel open ligt. En dat ze allebei in hun voorbereiding hun kansen krijgen en moeten pakken. Je hebt een opstelling gekozen waarbij je wat spelers waarvan ik verwacht dat ze in de basis zullen gaan spelen in de competitie, geef je nu rust. Is dat vanwege blessures of is dat gewoon omdat je wat ander concept wil proberen? Nou, we gaan gewoon iedereen zoveel mogelijk minuten laten maken. Daar wordt nu even naar gekeken. Zaterdag zullen die jongens misschien weer beginnen. En dat we in de Veluwe Cup die iedereen zijn minuten gemaakt heeft, daar gaat mij nu. Dat is ook heel belangrijk. Voor jou geldt eigenlijk hetzelfde. Want ook bij jou, Ben Snoek, kun je de bal op de bank. Nou, dat zullen normaal gesproken toch wel basisspelers zijn. Hoewel ik je geen uitspraak wil ontlokken natuurlijk. Maar ik denk dat dat voor jou dezelfde gedachte zal zijn als Raymond. Nee, het is net wat mijn collega zegt. Het is belangrijk dat die jongens nu een goede aantal minuten maken. En goed jongens, goede aanname. Dat je niet in één keer van de bak vanaf het strand gaat trainen en spelen. Kom mee door! Heb je wel. Volop met deze voorbereiding. Dat is gewoon het allerbelangrijkste. Dat we fit met 11 beste spelers in de start kunnen staan. We gaan even naar deze wedstrijd. Nou, laten we even kijken naar het toernooi. OWIOS, al gezegd, begonnen met een 2-0 overwinning. Goede zaken gedaan. Elburg 1-1 gelijkspel. Een wedstrijd die ook echt geen winnaar verdiende, Raymond. Ik denk dat de ploegen, de jongens kennen, van zowel OWIOS als van Elburg, toch wel gebrand zijn om een goed resultaat neer te zetten. Wat zijn jullie verwachtingen voor deze wedstrijd? Nou, dat is wat ik net ook al aangaf. Wij gaan die wedstrijd gewoon proberen te winnen vandaag. En daar gaan we alles aan doen. Wel in de gedachte van dat we gedoseerd spelen. 60 minuten wisselen. Dus dat speelt wel mee. Maar als we er staan en die jongens die 11 die er in het veld staan, die gaan er vol voor. En we gaan die wedstrijd proberen te winnen. Dat ga jij ook doen natuurlijk. Absoluut. Nee, ja. De wedstrijd is gewoon te winnen, simpel zat. En wat mijn collega zegt, is ook zo. We gaan de spelers optimaal gebruiken. Maar degene die spelen, die moeten gewoon volle bak. Die moeten laten zien dat ze bij die beste 11 hoort. Nou, is het natuurlijk een toernooi. Het format is klein. Het zijn maar 3 wedstrijden. Dus OWIOS kan zich nog een misstapje permitteren. Elburg eigenlijk niet. Dus jouw voorspelling, wil je daaraan wagen? Mijn voorspelling, nee, daar waag ik me niet aan. Zo belangrijk is voor mij voor niet die resultaat. Ik heb die jongens moeten laten zien. Maar ik wil gewoon de dingen zien die wij net besproken hebben, die we in de rust gaan bespreken, die wil ik zien. En daar gewoon van gaan. Guido, jij... Voor mij gaat het zonder. Had ik eigenlijk al min of meer van. Ik dank jullie voor het interview en ik wens jullie een ontzettend plezierige, sportieve en bovenal leerzame wedstrijd toe. Wij gaan ons opmaken voor een gesprekje met iemand van de Veluwe Winstambulance en het goede doel van de Veluwe Cup dit jaar. Ik ga jullie zo meteen zien en ik hoop dat onze kijkers een hartstikke leuke, interessante wedstrijd tegemoet kunnen gaan zien. Soy la dueña de la finca Victoria 1 con un hectareaje de 7.0. Se trabaja un núcleo familiar, marido, sobrino, hijos. Se maneja un promedio de 20 a 30 cajas semanal. Y gracias a la ayuda del Mercado Justo se ha podido mejorar la empacadora, porque antes contaba con un solo tanque. Entonces con la ayuda que me hicieron, se obtuvo de hacerse las dos tanques. No puede decir voy a comprar esto o esto otro, que ya me quedo un poquito más ya, porque eso le produce peso y le produce tamaño. Desearía tener también un buen riego en la plantación y eso, que ayuda mucho. Me gustaría mejorar el baño,
Me le falta una parte al baño. La cocina que también la tengo un poco. Está un poco molla. AGJ levert alles voor uw auto. Van service tot alle automaterialen en accessoires. En uiteraard uw APK-keuring. AGJ is tevens leverancier van topmerken gereedschap en professioneel equipment. Ja, zelfs van special tools voor de professionele tot self-made automonteur. AGJ, de specialist in Elburg op het gebied van bedrijfskleding, veiligheidsschoenen en persoonlijke beschermingsmiddelen. Voor vereniging of bedrijf, met of zonder opdruk. Wij kunnen zelfs voor u de opdruk ontwerpen. U vindt AGJ aan de Robbersmatenstraat 21 in Elburg. Of kijk op onze website www.agj-elburg.nl. Ik had wel heel erg haast, omdat ik bang was dat dit huis anders verkocht zou zijn aan een van de anderen. Mijn opa en mijn oma. Ja, kan ik vanaf hier goed in de gaten houden of alles goed gaat met ze? En binnen no time was het allemaal rond en klaar. Je verwacht dat het allemaal heel lang gaat duren, omdat het zoveel papierwerk is. Binnen een week kan er veel gebeuren. Ik had echt moeten huilen, denk ik, als we een ander huis hadden moeten gaan kopen. Dat weet ik wel zeker. Super trot. Zeker trot, ja. Een hypotheek binnen een week. Een aandeel in elkaar. Rabobank. Geef Bioscoop Cadeau, de Toto cadeaukaart of de Google Play giftcard. Voor meer dan 100 cadeaukaarten. Even naar Primera. Maak je cadeaukaart extra persoonlijk met een Hallmark wenskaart. Ook voor Hallmark wenskaarten. Even naar Primera. Partycentrum De Haas, het meest veelzijdige horecabedrijf in de regio. Voor gezellig verblijf in ons Grand Café. Of een diner in ons à la carte restaurant. De uitgebreide menukaart biedt voor ieder voldoende keus. Maar ook voor het houden van een feest of bijeenkomst in ons partycentrum. Met de beste barbecue en koud warm buffetten. Restaurant en partycentrum De Haas in Elburg. Alles wat u nodig heeft. Sportpark Schenk hier op het Harde, waar we zo meteen gaan kijken naar de wedstrijd OWOS tegen de Elburger Sportclub. De tweede wedstrijd in het teken van de zevende editie van dat prachtige toernooi. Ik heb hier naast mij staan Johan Hut. Johan Hut is van de Veluwse Wensambulance. En de Veluwse Wensambulance, dat is het goede doel waar de organisatie van de Veluwe Cup dit jaar voor gekozen heeft. Ik vind dat een prima initiatief en ik denk dat Johan het ook van harte toejuicht. Ja, zeer zeker. We zijn er heel blij mee. Want we moeten het toch van giften en moeten we het doen. Dus we krijgen geen subsidies en dergelijke. Dus alle kleine beetjes zijn heel erg welkom. Het bedrag wat de laatste jaren opgehaald is bij de Veluwe Cup is significant. Dus daar kunnen jullie in ieder geval op verheugen. Ik denk dat we weer die kant op gaan. Nou ja, dat is prima. Wie weet kunnen we zelfs nog wel wat meer jullie de kant op laten gaan. We gaan het zien. Voor de mensen die nog niet zo goed op de hoogte zijn van de Veluwse Wensambulance en wat zij doen. Kun je mij een verhaal vertellen over wat jullie precies klanten, jullie zieke mensen kunnen betekenen. Ja, wij proberen de laatste of een van de laatste wensen uit te voeren van terminale patiënten. En daar
Ja, dat kan heel klein zijn tot heel groot natuurlijk. En dat wordt allemaal dan geregeld. De aanvraag komt dan bij ons binnen. Die worden bekeken door de coördinatoren. De coördinatoren nemen dan contact op met huisartsen, met alle verplegend personeel. Zet het uit onder de vrijwilligers, want we werken alleen maar met vrijwilligers. Daar komt alleen op te staan van, nou, we hebben die en die verpleegkundigen nodig. En op die datum zouden jullie kunnen of zouden jullie niet kunnen. Nou, en daar wordt dan een keuze uitgemaakt en dan gaat alles in werking gesteld worden om de wensen uit te kunnen voeren. Dat betekent dat jullie ook keuzes moeten gaan maken als het gaat om aanvragen bij jullie? Nou, gelukkig is dat nog niet voorgekomen, dus we hebben alle wensen nog kunnen uitvoeren. Behalve dan op een gegeven moment dat de medische situatie zodanig is gewijzigd dat het niet meer kan. En dat gebeurt helaas ook. Ja, dat geloof ik best, want het betreft ook echt eigenlijk altijd alleen maar terminale patiënten. Hè? Ja, dat is in eerste instantie wel de opzet. Maar daarnaast hebben we ook nog van al hele langdurig chronische zieken, die ook alleen maar liggend vervoerd moeten worden. Die doen we dan af en toe ook. En dat is dan de eerste rit is dan ook gratis. En daarna, al willen ze nog een keertje eventueel, ja, dan moeten ze een bepaalde vergoeding betalen. Jullie je zei net al een vrijwilligersorganisatie. Hoeveel mensen zijn er actief binnen de Veluwse Wensambulance? Nou, wij hebben zo'n beetje een kleine 100 vrijwilligers. En die heb je ook wel nodig. Want ja, het verschilt nogal van wat je nodig hebt. Nou, dan maak je dus onderscheid in chauffeurs die minimaal EHBO moeten hebben. Ook constant een rijopleiding van ons krijgen om dat allemaal bij te houden. En natuurlijk het verpleegkundig personeel. En dat kan van alles zijn. En nou kan ik me voorstellen dat een laatste wens van zo'n patiënt. Ja, dat kunnen heel diverse wensen zijn. In principe kan ook alles. In principe kan alles, ja. Wij proberen ook alles zoveel mogelijk dus ook uit te voeren wat de wens is. Dus het kan zijn een bezoek brengen aan een zwembad waar een kleindochter afzwemt. Of naar een groot muziekfestival, waar ze graag ook nog eens een keertje willen zijn. Of nog naar het strand gewoon. Wat heeft op jou in al die tijd dat het nu... Want hoe lang zijn jullie al bezig ondertussen? Wij zijn nu 9 juni, bestonden we 2 jaar. En we hebben zo tussen de 155 en de 200 wensen op dit moment uitgevoerd. Ja, en als je de verhalen, want dat doelde je denk ik op van nou, wat maakt nou de meeste indruk? Is ja, dat is zo divers, maar als je toch de verhalen hoort van nou, bijvoorbeeld van nou, nu is de wens uitgevoerd en 2 dagen later is de patiënt overleden. Nou, dan ja, dat klikt er wel in hoor. Ja, maar dat geeft dan uiteindelijk wel een heel fijn gevoel dat je dat dan alsnog hebt kunnen doen. Ja, zeer zeker. En ook voor, niet alleen voor de verpleegkundigen en voor ons natuurlijk, maar ook in ieder geval voor de familie en dergelijke, dat die toch nog een bepaald afscheid hebben kunnen meemaken met z'n allen voor het uitvoeren van zo'n wens. Wil jij voor mij nog 1 keer de website van jullie noemen? Want ook mensen kunnen gewoon zelf een donatie doen. Dat kunnen ze ongetwijfeld op de website terugvinden. Kun je dat nog 1 keer noemen voor mij? Ja, dat is de www.veluwsewensambulance.nl. Prima. Nou mensen, ik zou zeggen, breng een bezoekje aan de site. Een hartstikke geweldige stichting die prima werk doet en die gewoon draait op giften en donaties. Doe je bijdrage, je helpt daar, zoals door Johan het al geschetst is, mensen mee die in hun laatste fase van het leven zitten. En een prima initiatief. Johan, hartstikke bedankt voor dit interview. Ga lekker kijken naar de wedstrijd die op punt van beginnen staat. En nou, heel veel plezier en succes met je werk. Ja, dankjewel. Goed, dan gaan we ons nu opmaken voor de wedstrijd Overjos tegen de Elburger Sportclub. Het is op de kop af 7:30. De spelers die zijn ondertussen door de stadionspeaker al voorgesteld. Van rechts naar links speelt de Elburger Sportclub in de bekende blauw-witte tenues. En daar staat tegenover in het groen-wit uiteraard de voetbalvereniging Overjos uit Oldebroek. Ik ga beginnen met de opstelling van de Elburger Sportclub. En daar staat in het doel de 17-jarige Kevin Struik. Dan met de nummer 2 Mitchell Calverda. Met de nummer 15 Matthijs Frik. Nummer 4 Raoul Jesseroen, tevens aanvoerder.
Dan Björn van der Wetering met nummer 5. Nummer 6 is Marvin Visser. Nummer 3 Lorenzo Tendam. Nummer 22 Tom Ruitenberg. Dan op het laatste moment een vervanging. Robert Radstaak zou spelen, maar die is geblesseerd en die wordt vervangen door good old Wim de Vries. Met de nummer 10 William Hunestein. En de nummer 20 jongeling Stef Alkema. De opstelling van de voetbalvereniging Ovios. Daar ook een paar wijzigingen ten opzichte van de vorige wedstrijd tegen VV Oenen. In het doel, dat is hetzelfde gebleven, Chris van der Pol. Dan Arjan Boon, Hendrik Nagelhout, Erik-Jan Korenberg, Corné Hamelink, Benny Veldhoen de aanvoerder, Patrick Mensink, Yannick van der Pol, William van der Hul, Erik van Hagen en Arjan Vosselman. Dat zijn de mensen die het namens Ovios moeten gaan doen. De 22 spelers op het veld hebben de bal ondertussen in beweging gebracht. En de scheidsrechter van vandaag, dat is de heer Pals. We gaan kijken of we ons kunnen opmaken voor een hele leuke en interessante wedstrijd. En balbezit is op dit moment voor de voetbalvereniging Ovios. Van de linkerkant naar Hamelink. Boom. Mensen pikt de bal op en die strikt hem naar buiten. Ja, dan geeft William van der Hul, zoals het zo typerend is voor hem, naar de buitenkant. En de steekbal was behoorlijk, maar William van der Hul buitenspel gefloten. Matthijs Frik gaat de vrije trap nemen. Jesse Roen. Frik kiest voor een lange bal in de richting van Alkema. Die kan de bal controleren, maar niet voldoende. En daar zit Benny Veldhoen tussen. William Hunestein jaagt door. Halberg zet hoog druk. En een onderschepping hier zo van Alkema. William Hunestein ingespeeld. Nou, dat is jammer, daar had misschien meer in gezeten. Maar weer overname. Lorenzo van Dam pikt de bal op. Jesse Roen die omringd wordt door 3 OWO-spelers en de bal kwijt is. Maar matige paas. Een bal in de voeten van Kevin Struik. Van der Wetering. Frik heeft die afspeelmogelijkheden. Staat redelijk stil op dit moment. De bal gaat terug naar Van der Wetering aan de linkerkant. Bal in de diepe gespeeld. Tom Ruitenberg moet erachteraan. Er zit een voetje tussen van Arjen Boon ten koste van een hoekschop. En daar gaat zich voor melden William Hunestein. De kopkracht van Wim de Vries die werd de vorige wedstrijd ernstig gemist. Het spits die er toen stond, Robert Radstaak en Tom Ruitenberg. Ja, jongelingen die kwamen eigenlijk nog wel fysiek het een en ander tekort. Maar met Wim de Vries weet je dat je toch wel wat kopkracht in huis gehaald hebt. Dus we gaan eens kijken. Tweede paal. Dan komt de bal bijna bij de Vries. Maar die ging er net onder. Het was trouwens Westeroen die daar bij de bal kwam. En die kan er nog een keer inzetten. Maar ja, in één keer lastige bal. Ruim naast het doel. Eerste spel de prikjes van de Elburger Sportclub. Nagelhout. Benny Veldhoen, de aanvoerder, komt de bal diep halen. Bal naar de linkerkant. Wederom een ingooi, Elburger Sportclub. Kalver daar met de inworp. Gooit hem ver in de richting van Tom Ruitenberg, maar er zit Hamelink tussen. Al met al een meter of 15 opgeschoten. Alkema die de bal kan inzetten, maar simpel onderschepping door Nagelhout. En keeper Chris van der Pol kan de bal aan het voetje nemen. Iedereen zakt weer terug bij Elburg. Proberen het veld klein te houden. Bal naar Hamelink. Terug naar Korenberg. En Arjen Boon aan de rechterkant ingespeeld. Wederom Veldhoen die diep de bal komt halen. Kaas ermee en dat is een duel. Maar daar zit Veldhoen goed bij.
verkeerde aanspeelbal, maar goede controle van de middenvelder. Boon. Heel veel coaching aan de kant van Elburg. Ik denk dat het met name bedoeld is voor de jonge knapen die er in het veld staan. Want die waren behoorlijk aan het zwemmen in die vorige wedstrijd. En dan niet in de goede zin. Hameling in balbezit. Tegenover Alkemaan komt de bal diep. Maar daar zit Kalver daartussen. En dan kan Lorenzo van Dam kijken wat hij doet richting Tom Ruitenberg. Die heeft een paar medisch gekregen van Boon. En nu het duel. Kan hij er langs komen? Dat kan hij. En nu? Ja, een goede tackle van Boon. Elburg houdt er slechts een ingooi aan over. Van de Wetering. En opnieuw Boon die ertussen zit en een nieuwe inworp. Het is wederom Van de Wetering die gaat gooien richting Hunestein. Bal terug. Ah, dat was een beetje te hard en te lastig om te controleren. Visser die de bal kan pikken. En nu? Die wilde de bal steken richting Tom Ruitenberg. De bal was te hoog en te hard. Daar kon de spits niks mee. Forsman in balbezit gebracht. Maar daar zit Wim de Vries tussen. Alkema die de bal doorspeelt richting de Vries. Maar die kan het duel van Patrick Mensink niet winnen. Die haalt de bal uit richting Nagelhout. Dan gaat de bal weer naar Boon. Dan staat William Hunestein weer op scherp. Kan Frik daartussen zitten? Ja, dan kan die. Het is een inworp voor Obios. Minuten onderweg en is eigenlijk nog geen gevaar geweest voor het Elburger doel. Veldhoen. Mensink ingespeeld. Elburg die zet de boel goed vast. Snelle overname weer aan Alkema die overgestoken is van de andere kant. Houdt balbezit. En dan gaat de bal aan de linkerkant naar Ruitenberg. En dan wordt hij gestoken richting Alkema, maar dat is niet te belopen voor de jongeling. Wim de Vries die was er natuurlijk niet bij in de eerste wedstrijd. Die was teruggekeerd van vakantie en trainde met de tweede mee, vertelde hij me. En die zal conditioneel nog best wel het een en ander moeten inhalen waarschijnlijk. Alkema die gaat het duel proberen aan. Ja, die was een goede paas richting Marvin Visser. En nu kan er wat uitkomen. Ruitenberg aan de linkerkant. Komt die voorzet. Ah, prima inzet. En dan kan Wim de Vries nog een keer. En nog een keer. Ah, een schitterende redding van Chris van der Pol. De eerste keer had hij hem goed moeten raken, Wim. En dan was het waarschijnlijk een doelpunt geweest, maar hij moest het in twee keer doen. En toen had Chris van der Pol de tijd om te reageren en dat deed hij uitstekend. Goede redding van de keeper. En nu een omschakeling, Benny Veldhoen speelt hem de diepte in naar William van der Hul. Heeft Jesse Roen bij zich. Twee man. En dan is het Erik van Hagen die in balbezit komt, maar er zit Frik uitstekend tussen. En een lange bal, Tom Ruitenberg die de bal niet kan controleren. De bal over de zijlijn en dan wordt het een ingooi voor Elburger Sportclub. Van de Wetering naar Hunestein. Druk van Mensink. En nu is Frik. Lange bal. Maar ja, dat is blind naar voren gegeven. Korenberg die de bal speelt richting Van der Pol. Hunestein met een voorzet. Ja, daar staat helemaal niemand. Gaat richting de tweede paal. En dus, daar was Forsman naar de eerste paal gelopen. Jesse Roen in balbezit. Duel. Interessant duel. Korenberg en Wim de Vries. Wim de Vries wint dat. En dan is het Alkema. Ja, die krijgt de bal net niet goed mee. Hameling die wint het duel. Arjan Boon. Een leuke wedstrijd om naar te kijken, de eerste 10 minuten. Veldhoen die de bal weer omgekomen. Die probeert wat nadrukkelijker in het spel te komen. En dan is het een diepe bal richting William van der Hul. Scheidsrechter
keek wat later naar de assistent en die had gevlagd voor buitenspel. William van der Hul is er natuurlijk niet mee eens. Maar ja, daar is de spits voor. Visser naar Van der Wetering, gelijk druk gezet. En Frik. Heeft wat meters, kan wat meters maken. Schiet de bal nu diep richting Van der Wetering. Dat is Korenberg die rustig de bal kan laten lopen. Klein botsingetje tussen Van der Pol en Van der Wetering, maar opgelost door de beide heren. Korenberg. Veldhoen. En Bonen aan de rechterkant. Nu wat variatie in het spel van Elburg. Op het ene moment dan zakken ze in en houden ze de linies gesloten. En het andere moment proberen ze er ook hoog druk te zetten. En dat is goed om te zien. Ojossi is nog een beetje zoekende naar hoe dit Elburg te bestrijden. Het balletje gaat langdurig rond. Bal diep gespeeld richting Van der Pol. Mensink. Naar Veldhoen. Erik van Hagen. En de bal weer helemaal uitgehaald naar Korenberg. Nou, het gaatje wordt nog niet makkelijk gevonden. Maar ja, de spitsen zijn levensgevaarlijk. Vooral William van der Hul is een zeer geslepen aanvaller. Nu is Ruitenberg die de bal diep speelt richting Alkmaar. Dan kan hij daarbij. Nee, er zit Hamelink met het hoofd tussen. Dan laat de bal rustig over de zijlijn lopen. Dat betekent dat Kalver daar waarschijnlijk wel weer mag gaan gooien. Kalver daar richting Hunestein. Hunestein erg actief. Die zwerft over het hele veld heen. Komt nu weer een balbezit. Nou, kan er een goede voorzet komen. Daar komt die bal. Die is te laag, te laag. En er kan Boon tussen zitten. Nagelhout onder druk gezet door Hunestein. En dan gaat de bal richting... Oh, dat deed hij prachtig zeg. In één keer doorgespeeld. Op Vorselman. Nou, er zit nog net een voetje tussen van Kalverda. Maar inderdaad, overtreding geconstateerd op Vorselman. Door Kalverda. Dus de hoogte van de middenlijn een vrije trap voor Ovios. Nagelhout. Staat allemaal stil bij Ovios. Keeper die coacht ook. Moet meer bewogen worden. Erik van Hagen die komt de bal halen. En Nagelhout weer een bal bezit aan de linkerkant. Die krijgt daar een zet van Wim de Vries. Ja, dat wacht op een fluitje. En terecht. Korenberg. Naar Veldhoen. Boom weer terug naar Korenberg. Nou, die gaat aan de keeper. Dat kan niet missen. En naar de linkerkant, naar Nagelhout. Ingespeeld, maar niet nauwkeurig. En dan is het Wim de Vries die in balbezit kan komen. Dat kan die, maar die heeft nog te weinig wedstrijdritme. Hij kan de bal niet voldoende controleren. Gelijk druk gezet op Patrick Mensing. Ja, zo verover je natuurlijk wel heel snel de bal weer. Dat doet Elburg uitstekend. Oh, dat is een slordige bal. Lorenz van Dam levert de bal zomaar in bij Erik van Hagen. En dan wordt William van der Hul diep gestuurd. Dus daar zit er. Oh, is er ook nog net met zijn voetje tussen. En dat is belangrijk, want achterin stond daar Forsterman vrij. Dat had zomaar de eerste kans op kunnen leveren. Yes, we doen. Tempo ligt behoorlijk hoog in deze wedstrijd. Dat valt helemaal niet tegen. Overtreding op de aanvoerder van Ovios. Ik heb niet gezien wat er aan de hand was, maar ik zie ook geen protesten. Redelijk gevuld sportpark hier op Tarden. Ik denk dat er al een mannetje 400 staat langs de lijn. Dat is toch interessant. Leuk ook voor de Veluwezen Wensamtlanders natuurlijk mooi. Frik die daar de bal uit de doel moet halen. Nou, nu moet er een omschakelmoment komen. Dan gaat Marvin Visser, geeft de bal diep. Gaat richting Korenberg. Ja, Wim de Vries staat tevens buitenspel. Dus geen gevaar. Paas was overigens ook niet voldoende. Dus
Er was niks uit ontstaan. Hamelink aan de linkerkant. Steekt de bal van de Hul. Ah, dat is een mooie bal. Mooie bal. Maar dan moet Kevin Struik. Is hij op tijd? Ja, dan is hij met zijn knieën naar voren. Hij durft er blijkbaar niet met zijn handen ervoor te gaan. En nu een duel met Marvin Visser en Patrick Mensinker. Dat wordt gewonnen door de Elburger. En nu William Hunestein. Dus het is 4 tegen 4 nu. En dan komt de bal in de diepte. Arjen Boon en Tom Ruitenberg. Duel. Dat wint Tom Ruitenberg. Maar die kopt hem richting cornervlag. En daar was Alkmaar nog niet aanwezig. Foutje Hamelink. Bal over de zijlijn. Snelle inworp van Hunestein. Nee, daar kiest hij niet voor. Terug naar Calverda. Frik. Veel in de opbouw bij Elburg loopt via Matthijs Frik. En die heeft ook een goede paas in de benen. En nu Van der Wetering. Komt speelt daar zijn man uit. Van der Pol. Nu heeft hij wat ruimte. Steekt de bal op Ruitenberg. Maar die bal is niet goed. Daar zit Korenberg tussen. Die kan hem rustig laten lopen. Doeltrap. Korenberg ingespeeld. Korte bal. Nu is Elburg wat inzakt en de linies dus kort op elkaar laat spelen. Die variatie die ziet er goed uit. Mensink die nu de bal komt halen. Nee, nu kiezen ze ervoor. Ze hebben duidelijk een strijdplan. Op bepaalde personen willen ze druk zetten. Met name die Korenberg en Boon van Ovios. Op het moment dat die in balbezit komen, dan wil Elburg nog wel eens gaan jagen. En daarom de bal weer terug bij de keeper. Veldhoen. Een interessante wedstrijd. Nog niet heel veel doelgevaar, maar het voetbal is zeker wel bekijken waard. Hamelink aan de linkerkant. De meeste balbezit is voor Ovios, dat is duidelijk. Maar met balbezit alleen word je niet gevaarlijk. Slechte paal van Mensink. En nu omschakeling. Lorenzo ten Dam die de bal probeert hem diep te spelen. Maar er zit een voet tussen van Henry Nagelhout. Dat had gevaarlijk kunnen worden, maar ja, Nagelhout wil je bijzonder lange benen. Die omspeel je niet zomaar. Calverda die de bal daar verovert op Vosselman. Nou, Matthijs Frik kan rustig de bal op gaan halen. Wordt niet onder druk gezet. Nu wel. Nu wordt er eventjes proberen ze het vast te zetten aan de zijkant. Goeie ingreep van Arjen Boon daar. Die komt op Vosselman, Tom Ruitenberg. De bal bezit voor Ovios weer. Prima steekbal van Benny Veldhoen. Ja. Matig. Matige bal van Tom Ruitenberg. Er zat echt wel wat in. En Akema in balbezit. De intentie was goed, Hunestein, maar de bal was te hard. En ik denk dat het ook niet begrepen werd door Tom Ruitenberg, want die maakte geen aanstalt om te gaan lopen. Het zijn ombeurten Veldhoen en Mensink die de bal komen halen daar in de achterhoede. Ik denk dat dat de hand van trainer Vlierhuis is. Die wil echt wel een beetje opbouwen met zijn elftal en niet zo snel kiezen voor die lange bal. En dat zie je wel terug. Korenberg. En Mensink. Gelijk Lorenzo ten Dam erop. Ja, die heeft geen keuze om weer helemaal terug te gaan naar de keeper. Ze vinden de gaatjes nog niet, Ovios. Mensink. Veel loopacties van William van der Hul, maar daar staat hij onbekend. Maar hij wordt maar zelden gezocht op het moment. Goeie ingreep ten Dam zeg. En nu is het een prima situatie. Nu kan Akema door. Speelt daar zijn man uit. Nee. Ja, goed verdedigd daar van Korenberg. En dan heeft Alkema dus zijn handje nodig om weer proberen in balbezit te komen. Dat is een overtreding. Goeie verdedigende actie daar van die lange verdediger van Ovios.
oud. De eerste wedstrijd werd zoals gemeld gewonnen door OWIOS met 2-0. Dat is een verkeerde inspelbal van Korenberg, slordig. De eerste wedstrijd werd door OWIOS gewonnen met 2-0 van Oene. En Elburg die speelde in een zeer teleurstellende wedstrijd 1-1 tegen DSV. Dat betekent als je nog kans wilt maken op de titel deze Veluwe Cup, dan zal Elburg in ieder geval de overwinning moeten pakken. Een tweede gelijkspel, dan zijn ze uitgeschakeld. Dat is voor mij wel duidelijk. Voor OWIOS is er dan niet echt een man overboord. Mochten ze verliezen of gelijk spelen. Maar ja, er zijn maar 3 wedstrijden zo'n toernooi. En puntenverlies, dat is al gauw vervelend. Wim de Vries in balbezit. Kan de bal niet controleren. Terug naar keeper Chris van der Pol. Mensink op het middenveld die de bal vraagt en ook krijgt. Terug naar Hamelink. De keepers zijn nog niet vaak op de proef gesteld. Chris van der Pol een paar keer. Maar ik wil toch niet zeggen dat het een saaie wedstrijd is. Vergelijkend met die wedstrijd die we de vorige keer uitzonden. Die van DSV tegen Elburg is dit een verademing. Ja, mensen gaan voor een lange bal richting Arjen Boon. Maar dat is gezien van de weten en die zit daartussen. Schampt de bal. Een ingooi voor OWIOS. Daar gaat zich Van der Pol voor melden. Ja, die Forsenman die is overgestoken. Die gaat daar die ingooi nemen. Even naar de juiste plaats gedirigeerd door scheidsrechter Pauls. Komt hij ingooien, verre ingooien. Ja, daar kan Mensink wel zijn voetje tegenaan zetten, maar de bal niet controleren en over de achterlijn. Doeltrap voor Kevin Struik. Matthijs Frik die wat meters mag maken en die gaat daar voor een lange bal in de richting van Aken. Maar dat is een goede bal, maar er zit Hamelink prima tussen. Goede ingreep van Ten Damme en de scheidsrechter geeft voordeel terecht. En nu is Wim de Vries en die wil. Maar alsnog, fluit de scheidsrechter. Ja, ik heb die regel nooit zo goed begrepen. Hij geeft voordeel, dat is dan terecht. Maar vervolgens is er gewoon een wat matige paas. En die wordt niet gecontroleerd. En dan fluit hij alsnog voor een overtreding. Ja, dat zit dan niet in die eerste situatie. In de tweede situatie wordt gewoon niet goed uitgespeeld. Dus ik heb dat nooit zo goed begrepen. Je ziet dat vaker, ook in betaald voetbal. Hunestein met de vrije trap. Komt de bal hoog, maar die is te scherp. Dat is Veldhoen die weer de bal komt aan. Ja, het is wel steeds wel ongeveer hetzelfde bij OWIOS. Geen lange ballen, maar het is iedere keer Mensing of Captain Veldhoen die de bal komt halen. Maar dan wordt het spel maar zelden vooruit verplaatst. Dan gaat het vaak weer terug. Nu weer Mensing in balbezit. Wild weggerost die bal door Calverdaan, simpel opgepakt door Mensink en nu ja, misschien nu zijn de meeste spelers op de helft van Elburg. Kan er nu wat gevaarlijks staan. William van der Hul die de bal komt halen, terug naar Veldhoen. En nu gaat de bal aan de linkerkant, daar staat Hamelink helemaal vrij. Erik van Hagen. Ja, dan gaat schieten, dan komt de schot. Ah, het is een simpele bal voor keeper Kevin Struik. Na 25 minuten moeten we nog steeds wachten op de eerste serieuze kans van OWIOS. Ik ben benieuwd wat het tactisch plan is van
trainer Vlierhuis. Want hij laat de Elburgers wel heel veel ruimte achterin om het spel op te bouwen. Ik ben gewend dat Overjas nog wel eens een keer met veel druk naar voren wil gaan spelen. Zeker als tegen Elburg voetballen. Maar dat is tot nu toe nog niet zo. Misschien dat dat later nog wel verandert. Even een goede combinatie. Maar Marvin is richting Beur van der Wetering. Die speelt daar listig zijn tegenstander uit. Maar dan is het Yannick van der Pol die goed mee, die goed rugdekking gaf. En uiteindelijk gaat de bal via het knietje van Björn van der Wetering over de zijlijn en mag Overjas gooien. En daar meldt zich Arjen Boom voor. Duel. De bal gaat over. Daar is Yannick van der Pol die weer in balbezit komt. Scheidsrechter heeft wat gezien. Ja, ik denk een duwtje. In de rug van der Pol. Vrije bal voor Overjas. Als de trainer van Overjas zich aan zijn woord houdt, dan gaan we zo een paar wissels zien aan de zijde van Overjas. Want hij wilde na een half uur gaan wisselen. En ik zie inderdaad wat spelers van Overjas warm lopen nu. Dan zouden er best wel eens 5 mensen kunnen zijn die er dan in gaan komen. Erik van Hagen. Iets nadrukkelijk in het spel betrokken nu. Vaardige voetballer. Nagelhout. Die maakt wat meters. Die steekt het hele veld bijna over. Komt ver. En dan gaat de bal aan de linkerkant. Corné Habeling. Die heeft wat tijd. Dan komt er nou een goede voorzet. De voorzet is niet onaardig, maar toch te scherp. En dan kan Kevin Struik die bal simpel plukken. ...28 minuten gespeeld. Van de Wetering. Tom Ruitenberg, die heeft daar gelijk aan je boon bovenop zich zitten, maar die maakt wel een overtreding. Net over de middenlijn mag Elburg een vrije trap gaan nemen. Nou, die smokt een paar meters naar achteren, dus daar heeft hij weinig voordeel van. Dat zal meer voor de snelheid zijn. Kaas van ten Dam naar Matthijs Frik terug. Was iets kampage, maar goed, komt goed. En dan gaat de bal over de hele breedte naar Michel Calver daar. Die wordt gelijk onder druk gezet daar, de Forsenman. Bal diep gespeeld. Visser die gelooft er nog wel in die bal. En die probeert Nagelhout onder druk te zetten. Op het hoofd van Calver daar. Ja, dat is goed gezien. Uitstekend gezien van ten Dam. Die zag de actie die Patrick Mensink wilde gaan maken. Daar anticipeerde hij goed op. En ten koste van een overtreding kan Mensink ten Dam van de vervolgactie afhouden. Vrije bal. Halverwege de helft van Overjas, ongeveer recht voor het doel. Het is Matthijs Frik die zich daarvoor meldt. Ik kan me nauwelijks voorstellen dat hij dat in één keer gaat proberen. Het is al zeker al een meter of 30. Ik denk wel 35. We gaan het zien. Ja, ik denk toch dat hij in één keer gaat proberen. Dat komt die bal inderdaad. Een hard schot. Maar wel recht op de doelman af. Oh, dat is volgens mij de eerste keer dat ik de keeper een lange bal zie geven. Dat wordt gecontroleerd, nou niet gecontroleerd door Van der Hul. Onderschept. Van de Wetering en via Arjenboom gaat de bal over de zijlijn. Ja. Via het voetje van Björn van der Wetering over de zijlijn. Ja, goed uitgespeeld. Mensink. Ik zie inderdaad de wisselspelers van Overjas hun shirt aantrekken. Dus ik denk dat in een paar minuten er een aantal wissels gaan plaatsvinden bij Overjas. Slechte bal van Ten Hagen. Van Hagen. Tussen. Matige bal. Even wat slordigheden bij Overjas. Dat betekent snel balverlies en dat wil je niet. Alleen als je de bal hebt kun je scoren. Zij ooit eens een heel bekende Nederlander. Komt de bal diep gespeeld. Ah, die staat. Simpele prooi voor Van der Pol.
Alkema die claimt daar nog een corner. Ik denk dat hij er is wel wat voor te zeggen. Maar ja, dan had hij voor hetzelfde geld de scheidsrechter ook voor vrijtrap kunnen fluiten. Geen van beide gebeurt. Korenberg. Naar de rechterkant naar Boom. Defensieve spelers bij OJOS zijn de spelers met verreweg het meeste balbezit. Dat was even belangrijk wat Veldhoen nou deed. Even ertussen zitten, want die verkeerde paas die werd onderschept. Oeh, nu wordt een, prima, auw. Uitstekende actie daar van Gorseman. En die wordt net even aangetikt door Oljesseroen, waardoor hij uit balans ging. Dan weet ik niet of het uiteindelijk ook nog echt gevaarlijk was geworden, maar dat de scheidsrechter fluit voor een overtreding, dat is terecht. En dat betekent dat we een interessante positie Oljes een vrijtrap mag gaan nemen. Terwijl daar een speler van Elburg op de grond ligt. Ik denk dat het Ten Dam is. Het lijkt geblesseerd in zijn middenrif, in zijn ribben. Zorgen hier, mijn Ruusler zit erbij. Nou, hopen dat die jongen gewoon door kan gaan. Het is vervelend als je in de voorbereiding al met een blessure moet afwaken. Maar zo te zien, hij wordt overeind geholpen. Ik denk dat het wel weer gaat. Guido Vlierhuis van Overjos die instrueert op dit moment zijn wisselspelers. Ik denk dat, ik heb het al een paar keer gezegd, maar die gaan er zo wel in komen. En die mogen dan de laatste 10 minuten van deze eerste helft nog gaan spelen. Veldhoen achter de bal. Met zijn rechtervoet komt die bal. Via Matthijs Frik gaat de bal over de achterlijn. En als ik het goed heb, dan is dat de eerste hoekschop voor Overjos. Vanaf de linkerkant. En Veldhoen die gaat hij nemen. Dat is wel oppassen, want Ovios heeft een paar lange en ook kopsterke spelers. Dat is een goede interceptie daar van Raoul Jesseroen. En is het Van der Pol die daar de bal heeft. Uit naar William van der Hul. Die steekt op Korenberg. En gaat de bal terug naar Van Hagen. Die probeert de bal in te spelen, maar die is niet echt gelukkig in zijn paas. Die tot nu toe hier Van Hagen speelt niet onaardig. Veel beweging. Maar zijn pasing is niet goed. De Frek die de bal in de diepe speelt. Nuttig van Korenberg, want Tom Ruitenberg die was uit zijn rug weggelopen. En daar gaan de wissels. Ik zie dat Korenberg en Hamelink, Nagelhout, Van der Pol van het veld gaan. En Erik van Hagen, dat betekent dat Cornel Balk zie ik ondertussen in het veld komen. Richard Schoeber. Ben Snoek zie ik lopen. Nick Bultman is in het veld gekomen. En Sander Mensink. Het is bijna een half elftal gewisseld. Nou, nu gaat William van der Hul even jagen op die bal. Dat is natuurlijk niet echt gelukkig. En dat is ook te zien, want keeper Struipje kan niet veel anders dan die bal wegroeien. En die verdwijnt over de zijlijn. Sander Mensink richting Ben Snoek. Een nagelaat is trouwens blijven staan. Die heeft nu de band gekregen. Daarvoor ging hij naar de zijkant, denk ik. Oh, dan is Benny Veldhoen van het veld gegaan. Kijk, en nu is het goed. Nu is een mooie steekbal. Er wordt wel gevlagd, maar de scheidsrechter die negeert het signaal. Maar uiteindelijk is daar een goede ingreep. Dan kan Kevin Struik toch die bal oppakken. Maar het zag er dreigend uit. Bultman, ja, die Bultman is een speler die wel wat meer druk geeft. Ja, en dat gaat nu wel ten koste van een vrije trap. Druk geeft prima, maar moet je niet met je handjes doen. Gaat hij de diepte in? Ja, dan is Tom Ruitenberg goed weggelopen daar bij Sander Mensing. En nu tegenover hem. Probeert de bal voor te zetten, dat doet hij ook wel. Maar geen aansluiting van een Elburger middenvelder. Schoeber richting die Bultman. Die speelt daar Björn van der Weening uit. Die zit op de grond, dus die kan niks meer doen. En dan gaat de bal diep richting Cornel Balk. Maar daar zit Jesseroen goed tussen. Mensing pikt op. Dan ligt er wat ruimte. William van der Hul aan de rechterkant. Dan gaat de bal diep.
Een tweede paal, oh, dat kan in één keer genomen worden. Ah, dat scheelt niet veel. Prima. Dat was een inzet van Forsman volgens mij, maar die ging een paar meters naast het doel. Wim van der Wetering aan de linkerkant. Even wat ruimte. Nou, die heeft een aardige voorzet in de voeten. Dan komt die bal. En die gaat Wim de Vries. Ja, het is een mooi duel tussen die twee. Goede koppers. Henry Nagelout en Wim de Vries. En nu is het Henry Nagelout die niet veel anders kan dan die bal over zijn eigen achterlijn schieten. Dat betekent dat Elburg een hoekschop aan neemt. Dat doen ze snel. William Hunestein. Nou, die heeft even de tijd om een goede voorzet af te leveren. Wim de Vries had een tweede paal. Maar de bal komt op het hoofd van de lange Henry Nagelout. Ten Dam, naar Akema. Nou, die probeerde met een handigheidje, maar die fopt zichzelf meer. En nu is het natuurlijk lelijk, levensgevaarlijk. Prima gedaan daarvan, Matthijs Frik. Goed geanticipeerd. En nu even wat ruimte op het veld voor de Elburgers. Vijf verdedigers en Tom Ruitenberg. Kan hij zijn tegenstander voorbij? Tegenover Sander Mensink. Dan gaat de bal naar Hunestein. Die is opend. Naar Akema aan de linkerkant. Dan is het Marvin Visser die de bal wel aangespeeld krijgt, maar de bal niet voldoende kan controleren. En nu een omschakelmoment met de snelle Cornel Balk. Aan de andere kant loopt William van der Hul, maar die wordt over het hoofd gezien tot nu toe. Goeie actie. Ja, hij had oog moeten hebben voor die andere kant, want daar liep William van der Hul helemaal vrij. Maar hij zag het niet, of hij durfde het niet. Maar hier had meer in gezeten. Open wedstrijd. Leuk. Leuk om naar te kijken. Met nog een minuut of zeven op de klok. Hebben we ons nog niet verveeld tot nu toe. Bal diep gespeeld en dan komt Chris van der Pol. Die moet hem koppen. Die loopt buiten zijn eigen 16 meter. Bultmaar, ja, die zet goed door. Ja, daar moet de scheidsrechter voor fluiten. Want die wordt een paar keer aangepakt. Hij zet er wel door, maar er was geen voordeel meer uit te halen voor hem. Obios wordt wat sterker. Maar dat heeft ook wat te maken met het inbrengen van Cornel Balk. Want dat is echt een man die heel erg naar voren gericht is. Levensgevaarlijke snelle speler. Nagelout speelt Mensing in. Mensing speelt wat dieper nu. Ja, dat kan ook dat ene moment zijn. Cornel Balk. Maar die controleert de bal niet goed. En dan krijgt Wim de Vries de bal ingespeeld. Wordt op zijn hak gelopen door Henry Nagelout. Doet hij verstandig. En zo haalt hij wel de snelheid uit de aanval. William Hunestein achter de bal. Maar ondertussen heeft Overjoch zich natuurlijk wel georganiseerd. Linkerkant, Björn van der Wetering. Speelt Tom Ruitenberg in. Ja, die bal staat. Dat is een beetje het probleem van de jongeling Tom Ruitenberg. Hij is een goede voetballer, maar hij anticipeert niet altijd even goed. Hij moet het spelletje beter leren lezen nog. Dat is meer reageren dan ageren. Snoek. Krijgt de bal terug van Schoepen. En dan komt Mensink tot de bal weer halen. En Hunestein jaagt door. Heeft dat zien? Dan moeten ze het wel met z'n allen doen. Maar ja, Elburg loopt nu ook wel naar voren toe. En dan is Lorenzo van Dam die ertussen kan zitten. Nou, kijken of er wat uitkomt. Nee, het is Mensink die de bal kan pakken. Maar dan is het Jesseroen weer in balbezit. Bal naar de zijkant. Tom Ruitenberg in balbezit. En die gaat proberen een voorzet te geven, maar die bal die gaat via een been van Sander Mensink over de achterlijn. Tom Ruitenberg, wat ik al zei, een goede voetballer, maar hij speelt nog niet met voldoende vertrouwen. Maar hij had hier beter voor zijn actie kunnen gaan. Want dat gaat natuurlijk niet altijd goed, maar als je er langs bent, dan heb je al een heel vrij veld voor je. De 40ste minuut. Hoekschop van Hunestein. Hij haalt de bal uit en dat is Van der Wetering die de bal één keer op zijn pantoffel neemt. En die raakt hem niet helemaal goed. Hij heeft vorig seizoen een aantal prachtige doelpunten gemaakt. En nu is de snelheid van Balk. Die speelt Bultman in. Maar Calvada die heeft heel goed het veld overgestoken. Vanaf de rechterkant komt hij zijn defensie. Zijn linker vleugelverdediger helpen. En werkt de bal over de zijlijn.
van de mensen in. Haal de bal uit. Ben Snoek. Zoekt de diepte, maar dat is een prooi voor Calver daar. Ja, wel in de voeten van Forsselman. En die schiet in één keer. Metertje of vijf naast het doel. Kevin Struik had het gezien. Die trok zijn handjes terug. Geen gevaar. Struik met de lange bal. Dirigeert zijn mensen naar voren. Door het midden. Maar dat is een prooi voor. Daar werd Snoek toch eventjes afgeleid door het sprongetje van Wim de Vries. Die was kansloos voor die bal. Maar zorgde er wel voor dat Snoek die bal helemaal verkeerd raakte. En toch balbezit voor Elburg daar. Ruitenberg weer erover mee. Dat bedoel ik. Dan maakt hij een actie. En nu kan hij een voorzet afleveren. En dan is het Wim de Vries. Maar die kan de bal niet genoeg controleren. Dan is het Van de Wetering. Kan hij bij die bal. Maar Hunestein staat op de goede plek. Weer de bal aan de linkerkant bij Tom Ruitenberg. Wat doet hij? Probeert weer een voorzet te geven. Gaat de bal richting Nagelhout. Ja, eigenlijk naar zijn spits natuurlijk, maar het is Nagelhout die ertussen zit. Akema, Elburg neemt weer over. Goede fase voor Elburg eventjes. En Akema nog een keer, maar die heeft nog niet veel geluk met zijn voorzetten. Goede actie. Oh, prima, prima. Ja, dan het vervolg natuurlijk nog. En Nagelhout blijft rustig. Die heeft wel heel wat ervaring, die laat zich niet zo gauw de loef afsteken door zo'n A-junior. Maar hij speelt wel met lef, die Akema. Dat is een genoegen om naar te kijken. Vorige wedstrijd tegen DSV was hij niet zo opvallend, maar deze wedstrijd laat hij toch best wel zien dat hij talent heeft. Snoek. Naar Nagelhout. En weer naar Snoek. Een lange bal van Snoek. En Snoek die kiest wat eerder en sneller voor de lange bal dan dat Nagelhout dat tot nu toe gedaan heeft. En dat leidt ook wel vaak balverlies in, moet ik zeggen. Wim de Vries die kopt de bal door richting Akema. Maar er zit Nagelhout er weer tussen. De bal die belandt zelfs op het dak van het multifunctioneel centrum daar. En dat is toch een gebouw wat een meter of 10 hoog is. Dus er moet een lange beste ladder bij komen die bal zo op te halen. Bal nummer 2, daar wordt nog even op gewacht. Ja, maar we blijven met z'n allen zitten kijken. En het is uiteindelijk Elburg die hem een bal van zichzelf aanbiedt. Kalven daar met inworp. Wim de Vries, kan hij de bal controleren? Dat kan hij niet. Nee, het is een overtreding gemaakt door de spits. Ik denk dat hij even vasthield. Nou, niet mekkeren omdraaien, want het spel gaat gewoon verder. Nagelhout achter de bal. Legt er nog een keer klaar. We hebben nog een paar minuutjes te gaan. Ik denk niet dat er veel tijd bij getrokken gaat worden. Want dat met een half minuut per wissel, ja, dat gaan we hier natuurlijk niet doen. Van der Pol en Sander Mensink. Snoek. We zijn aan het Snoek zoekt. De Nagelhout. En dan is Bultman, maar die kan de bal niet controleren. Is het Akema die ertussen zit? En de Vries probeert te kaatsen, maar die raakt hem niet goed. William van der Hul in balbezit. Diepe bal, maar veel te scherp. En nu een lange bal van Kevin Struik. In de richting van Tom Ruitenberg en Sander Mensink. En het wordt simpel gewonnen door Mensink. En nu is het vissen. Ja, die zet goed door. Nou heeft Tom Ruitenberg wat ruimte. Dan moet hij snelheid maken. Nou, dan heeft hij toch te veel tijd nodig. Dan is Sander Mensink weer terug. En is de voorzet. Nou, dat mag zelfs niet eens een voorzet heten. Zegt Pauls gaat de bal ophalen. Nou, we horen het. De eerste helft zit erop. We hebben gekeken naar een boeiende eerste helft. Geen doelpunten.
ook niet heel veel kansen, maar het spel was zeker wel goed om aan te zien. We gaan eventjes er tussenuit voor de boodschap en melden ons zometeen voor een korte analyse van deze wedstrijd. Martínez, soy la dueña de la finca Victoria 1 con un hectareaje de 7.0. Se trabajan un núcleo familiar, marido, sobrino, hijos. Se maneja un promedio de 20 a 30 cajas semanales. Y gracias a la ayuda del Mercado Justo se ha podido mejorar la empacadora, porque antes contaba con un solo tanque. Entonces con la ayuda que me hicieron, se obtuvo de hacerse las dos tanques. No puede decir voy a comprar esto o esto otro, que ya me quedo un poquito más ya, porque eso le produce peso y le produce tamaño. Desearía tener también un buen riego en la plantación y eso, que ayuda mucho. Me gustaría mejorar el baño. Me le falta una parte al baño. La cocina, que también la tengo un poco. Está un poco molla. AGJ levert alles voor uw auto. Van service tot alle automaterialen en accessoires. En uiteraard uw APK-keuring. AGJ is tevens leverancier van topmerken gereedschap en professioneel equipment. Ja, zelfs van special tools voor de professionele tot self-made automonteur. AGJ. De specialist in Elburg op het gebied van bedrijfskleding, veiligheidsschoenen en persoonlijke beschermingsmiddelen. Voor vereniging of bedrijf, met of zonder opdruk. Wij kunnen zelfs voor u de opdruk ontwerpen. U vindt AGJ aan de Robbersmatenstraat 21 in Elburg. Of kijk op onze website www.agj-elburg.nl. Ik had wel heel erg haast, omdat ik bang was dat dit huis anders verkocht zou zijn aan een van de anderen. Mijn opa en mijn oma. Ja, kan ik vanaf hier goed in de gaten houden of alles goed gaat met ze? En binnen no time was het allemaal rond en klaar. Je verwacht dat het allemaal heel lang gaat duren, omdat het zoveel papierwerk is. Binnen een week kan er veel gebeuren. Ik had echt moeten huilen, denk ik, als we een ander huis hadden moeten gaan kopen. Dat weet ik wel zeker. Super trots. Zeker trots, ja. Een hypotheek binnen een week. Een aandeel in elkaar. Rabobank. Geef Bioscoop Cadeau de Toto cadeaukaart of de Google Play giftcard. Voor meer dan 100 cadeaukaarten. Even naar Primera. Maak je cadeaukaart extra persoonlijk met een Hallmark wenskaart. Ook voor Hallmark wenskaarten. Even naar Primera. Partycentrum De Haas. Het meest veelzijdige horecabedrijf in de regio. Voor gezellig verblijf in ons Grand Café. Of een diner in ons à la carte restaurant. De uitgebreide menukaart biedt voor ieder voldoende keus. Maar ook voor het houden van een feest of bijeenkomst in ons partycentrum. Met de beste barbecue en koud warm buffetten. Restaurant en partycentrum De Haas in Elburg. Alles wat u nodig heeft.
Naast mij heeft plaatsgenomen voor de tweede keer Bert-Jan Kracht. Welkom Bert-Jan. Mooi dat je er weer bent. We gaan de wedstrijd bespreken. Dat hebben we vorige keer gedaan bij Elburg DSV. En nou, daar konden we allebei niet heel veel positiefs over vertellen. Dat is nu wel anders, denk ik. Ja, klopt. Nu laten beide ploegen elkaar meer opbouwen. Dus het later druk gegeven wordt. Dus er komt het spel van beide ploegen wat meer ten goede. Nou ja, en ze hebben wat meer schroom van zich afgegooid. Wordt wat iets verder naar voren gevoetbald. De kansen die er komen is wel uit de reactie. Maar dat maakt de wedstrijd wel leuk in dit geval. Ik had de indruk dat er de Elburgers wel met een opdracht het veld erin gestuurd zijn. Dat ze bepaalde mensen wat meer druk moesten geven op het moment dat die in balbezit kwamen. Of is dat optisch bedrog? Zo lijkt het wel inderdaad. Laten de backs in eerste instantie wel vrij. En vanuit daarop gaan ze druk zetten. Wim die kiest een kant voorin. En dan sluit men die kant de andere kant af. Zodat we via die ene kant kunnen voetballen. Ja, hoe heet dat? Vooralsnog is de druk nog niet optimaal, nog niet scherp genoeg. Maar je ziet wel dat het bewust een keuze is geweest van Elber. Over Jos, daar hebben we het ook even over. Die vallen me zeker niet tegen. Die zijn, wat ik in het verslag zei, best wel bezig met proberen verzorgd van achteruit te voetballen. Slagen ze daar ook in? Ja, bij vlagen wel. En normaal gesproken met Hendry, normaal heeft hij best wel vaak de lange bal. Nou, hij kiest er bewust steeds niet voor om echt vanuit de opbouw te voetballen. Je ziet ook dat vanuit het middenveld best wel wat beweging is om lekker in de bal te komen. William van Hul die sleurt best wel veel voorin weer. Ja, vandaar wordt het voor Ovios inderdaad, komt er altijd wel een keer een mannetje vrij om rustig op te bouwen. En in de opbouw is altijd een van de backs vrij. Nou is Ovios, eigenlijk is Kevin Struik, de keeper van Elburg, nog helemaal niet in verlegenheid gebracht. Hij heeft een keer een balletje op moeten rapen en een schot voorlangs. Dat is toch wel, denk ik, de verdienste van hoe Elburg positioneel staat. Ja, zeker. Achterin staat hartstikke goed. Kijk, wat Ovios er wel doorkomt, staat Kevin best wel ver weer voor zijn goal om dat te corrigeren. Het is puur de kansen die er komen, inderdaad, de mogelijkheden. Ja, dat is puur uit de reactie. En dan zul je net zien, dan sta je niet bijster briljant achterin. Maar ja, dat heeft Ovios ook. En daarvoor ben je nog in het begin van het seizoen. Dus dat zul je altijd hebben nu. En de grootste kans die was voor Elburg, denk ik. Ja. Als Wim net wat rustiger is op dat moment, dan maakt hij hem gewoon af. Prima. Nou, wij gaan ons opmaken voor een tweede helft hier. Hartstikke bedankt voor je analyse. Wij zien elkaar sowieso aanstaande zaterdag weer. Ja. En dan gaan we twee wedstrijden samen doornemen. Ik kijk ernaar uit. Ja. Dankjewel, Bert-Jan. Okay, Salia Martínez, soy la dueña de la finca Victoria 1 con un hectareaje de 7.0. Se trabajan un núcleo familiar, marido, sobrino, hijos. Se maneja un promedio de 20 a 30 cajas semanal. Y gracias a la ayuda del Mercado Justo se ha podido mejorar la empacadora, porque antes contaba con un solo tanque. Entonces con la ayuda que me hicieron, se obtuvo de hacerse las dos tanques. No puede decir voy a comprar esto o esto otro, que ya me quedo un poquito más ya, porque eso le produce peso y le produce tamaño. Desearía tener también un buen riego en la plantación y eso, que ayuda mucho. Me gustaría mejorar el baño. Me le falta una parte al baño. La cocina, que también la tengo un poco. Está un poco molla.
AGJ levert alles voor uw auto. Van service tot alle automaterialen en accessoires. En uiteraard uw APK-keuring. AGJ is tevens leverancier van topmerken gereedschap en professioneel equipment. Ja, zelfs van special tools voor de professionele tot self-made automonteur. AGJ, de specialist in Elburg op het gebied van bedrijfskleding, veiligheidsschoenen en persoonlijke beschermingsmiddelen. Voor vereniging of bedrijf, met of zonder opdruk. Wij kunnen zelfs voor u de opdruk ontwerpen. U vindt AGJ aan de Robbersmatenstraat 21 in Elburg. Of kijk op onze website www.agj-elburg.nl. Ik had wel heel erg haast, omdat ik bang was dat dit huis anders verkocht zou zijn aan een van de anderen. Mijn opa en mijn oma. Ja, kan ik vanaf hier goed in de gaten houden of alles goed gaat met ze? En binnen no time was het allemaal rond en klaar. Je verwacht dat het allemaal heel lang gaat duren, omdat het zoveel papierwerk is. Binnen een week kan er veel gebeuren. Ik had echt moeten huilen, denk ik, als we een ander huis hadden moeten gaan kopen. Dat weet ik wel zeker. Super trot. Zeker trot, ja. Een hypotheek binnen een week. Een aandeel in elkaar. Rabobank. Geef Bioscoop Cadeau de Toto cadeaukaart of de Google Play giftcard. Voor meer dan 100 cadeaukaarten. Even naar Primera. Maak je cadeaukaart extra persoonlijk met een Hallmark wenskaart. Ook voor Hallmark wenskaarten. Even naar Primera. Partycentrum De Haas. Het meest veelzijdige horecabedrijf in de regio. Voor gezellig verblijf in ons Grand Café. Op een diner in ons à la carte restaurant. De uitgebreide menukaart biedt voor ieder voldoende keus. Maar ook voor het houden van een feest of bijeenkomst in ons partycentrum. Met de beste barbecue en koud warm buffetten. Restaurant en partycentrum De Haas in Elburg. Alles wat u nodig heeft. Welkom terug bij de wedstrijd Ovios tegen Elburg. Scheidsrechter Pauls heeft net afgefloten voor het begin van de tweede helft. En we gaan eens kijken of het net zo'n leuke wedstrijd blijft als dat het in de eerste helft al was. Dan vermaken we ons deze avond wel. Richard Boer in het veld gekomen. Elburg heeft een paar wissels toegepast. Ik zie dat Ferry Land in het veld gekomen is. Ramon Vlokstra is op het veld. Balbezit Ovios. William van der Hul speelt de bal naar Nick Bultman aan de linkerkant. De slijding van Ferry Land. Die was een beetje voorbarig, maar Bultman deed er eigenlijk niks mee. Een goede ingreep van Vlokstra daar. En Wim de Vries die de bal terugkopt. En de band is weer bij Richard Boer, de eigenlijke aanvoerder, beland. Ah, daar zit nog net een voetje tussen. En nu is het een gevaarlijk moment. Ja hoor, dat is het doelpunt. Ja, verdedigend niet erg sterk opgetreden daar van Elburg. En het is uiteindelijk Nick Bultman die de bal voor zijn voeten krijgt. Er ging een Elburger onderdoor en hij schiet beheerst de bal tegen de touwen. En dat betekent dat Ovios
OWJOS met 1-0 voor komt te staan. Het schijnt dat de doelpuntenmaker Vorselman is in plaats van Bultman. Maar ja, het is Arjen Vorselman die de doelpuntmaker is deze wedstrijd. Dat betekent dat Elburg in de achtervolging moet. Dat hebben ze natuurlijk de vorige wedstrijd ook al gehad. En kijken of ze in staat zijn om een goede spel te handhaven van de eerste helft. En ook wat meer kansen te creëren. Maar voorlopig is het OWJOS wat weer in de balbezit is. 1-0, OWJOS. Michel Kalverdijs van het veld gegaan. Nou, dat heeft natuurlijk alles met het oefenen te maken. Ik vond op zich dat hij best wel een sterke wedstrijd speelde. En ook Matthijs Frikkersveld, die vond ik eigenlijk ook wel sterk. Maar ja, dat zullen wel afspraken die van tevoren gemaakt zijn, die uitgevoerd worden. Ferry Lam met ingooi. Richting Wim de Vries. Ja, die wordt snel onder druk gezet. Volgens mij was die bal over de zijlijn, maar daar wordt niet voor gevlacht. Kevin Struik. Ook Robert van Schier is in het veld gekomen. Die jongen, daar wordt wel het een en ander van verwacht natuurlijk. Na zijn jaren ervaring bij WHC. Een jaar hoofdklasse en een jaar eerste klasse. Maar we hebben vorig jaar aan Raoul Jesseroen gezien. Dat valt niet mee om die omschakeling te maken naar het derde klasse niveau. Van Schier speelt daar Sander uit. Sander Mensink en die kan alleen maar een overtreding maken. Rappen middenvelden te stoppen. Scheidsrechter Pauls fluit alsnog voor die overtreding die gemaakt werd op Alkmaar. Ik denk dat het al terecht is, maar een beetje vreemd dat hij daar een seconde of 10 voor nodig had. Want daarna werd er een overtreding gemaakt door Verriland op Vorselman. Maar ja, dat was er natuurlijk niet meer. Voor de boer. Dat is een goede bal. Goed dat van Richard Boer naar Björn van der Wetering. Dan komt de voorzet. En dan kan die bal gecontroleerd worden. Ja, en Wim de Vries die raakt de bal wel, maar geen controle. En dit is een gevaarlijk moment. Kevin Struik die de bal weg wil rossen, maar heel ver uit zijn doel is. Laat zich niet verrassen. Op tijd terug, maar hij raakte de bal helemaal verkeerd. Even zoeken voor Elburg. De gedachte was goed, maar hij raakte de bal totaal verkeerd. Marvin Visser. Hij wilde de bal in één keer steken naar de linkerkant. Boer. Speelt ver vooruit geschoven. Het is zijn laatste man. Maar dit is een gevaarlijke inspelbal van Robert van Schie. Die wordt ook onderschept, maar Boer herstelt het. De bal komt weer bij Robert van Schie terecht. Nou, die wil durven een afschiet te maken. Maar hij speelt de bal naar Björn van der Wetering. Die heeft wat tijd. Voorzet, die is goed. Die gaat richting de Vries. Ja, die kopt hem schitterend binnen. Geweldige voorzet daar van Björn van der Wetering. Komt bij de tweede paal terecht. En Wim de Vries daar. Die de bal richting de grond kopt. Onder keeper Chris van der Pol door. En zo heeft Elburg die stand wel heel snel weer in evenwicht gebracht. Prima doelpunt van de Elburger Sportclub. Mooie aanval, goede voorzet van Björn van der Wetering. Uitstekend. En de kopbal, ja, die was niet minder. Maar zo beleven we wat. Dat misten we in de eerste helft. Het spel was zeker het aangluren wel waard.
Alleen de doelpunten ontbraken. Nou, die hebben we nu in een paar minuten tijd. We zijn nu 6 minuten onderweg. We hebben er al 2 gezien. Laten we hopen dat dat zo doorgaat. Nagelhout. Arjen Boon. Haalt hem uit. Binsloep. Sander Mensing probeert daar in te spelen, maar nu moet hij herstellen. Dat doet hij niet. Ja, die probeert de bal richting Wim de Vries, maar die staat geparkeerd. Maar dat is ook de manier waarop je Wim de Vries het best kunt bedienen. Gewoon gevaarlijk in de 16, zo dicht mogelijk bij de goal. Goeie voorzet, die kerel die is verschrikkelijk kopsterk. Als hij heel veel moet gaan werken daar voor die bal en de bal diep moet gaan halen, ja, dan verliest hij heel veel aan kwaliteit. Nou, prima dat en nu een duel. Ja, een goede ingreep van Rina. Prima sliding. Net voordat Wim de Vries erbij kan. Gestoken naar richting Wilmer van de Hul. Maar daar is Richard Boer attent. En die maakt er een hoekschop van. Schoeber gaat deze hoekschop nemen aan de linkerkant. Richting tweede paal. De kiffer straks zit daar mis. Hij raakt de bal wel, maar half. En nu is het Bult, maar die kan uithalen. Dat doet hij prima. Hij lijkt prima. Een beetje gezichtsbedrog. De bal gaat er echt wel 1 meter of 6 naast het doel. Maar geen echt zekere ingreep van de keeper daar. Wederom. Ik denk dat hij ook wel een beetje de hete adem van tweede keeper, of tweede keeper is het niet, maar zijn concurrent Marijn van der Gaag voelt. Richard Boer, een diepe bal in de richting van Björn van der Wetering. Die bevalt me wel, die tweede helft. Zoekt veel de diepte. In dit geval kan hij de bal net niet goed genoeg controleren. Maar dat is natuurlijk wel een wapen voor Elburg. Die snelheid en die goede voorzet van Björn van der Wetering aan de linkerkant. Speelt overigens met een boksersbitje in. Volgens mij is het de enige speler op het veld die dat doet. Nou, hij zal die intenties niet hebben om er een bokswedstrijd van te maken, maar wellicht dat er een medische reden voor is. Robert van Schie, actie, gaat samen de mensen voorbij en dan loopt er ook Ben Snoek voorbij. En nu, ja, de voorzet die wordt geblokt door Ben Snoek, uitstekend. Bal weggerost, dan is Ferryland die daar prima de voet tegenaan krijgt. Een duel tussen Christian Schroeber en Marvin Visser wordt gewonnen door de eerstgenoemde. En die blijft een balbezit. Ben Snoek speelt mensen in. Diepe bal van Ben Snoek, maar wederom niet goed. Niet goed genoeg in ieder geval. En dan gaat de bal die diepte in naar Van Elbal. Ik kan die moeten sneller gebruiken. Maar dat had Raoul Jessegoen al vlot gezien. Die was eigenlijk al aan het lopen op het moment dat de paas dan weg moest gaan. Goed geanticipeerd. Forselman met de ingooi. Naar William van der Hul. Tegenover Ferryland. Die laat krijgt hem weer terug naar voren. Duel. Er zijn 2 langste mensen. Maar Wim de Vries sprong niet eens. Goeie actie van Mensink. Zet goed door, maar uiteindelijk toch van de bal gezet. En nu omschakeling. Ja, dat is een goede bal. Kan hij hem meenemen? Hij kan die wel meenemen, maar niet binnenhouden. Dat is jammer. Dat had een gevaarlijk moment uit kunnen ontstaan. Maar te weinig controle bij de jongeling. Bij Alkema. Toch speelt die jongen een leuke wedstrijd. Oeh, moeilijke bal. Oh, weer matig verwerkt door Kevin Struik. Die kreeg hem moeilijk aangespeeld van Raoul Jessegoen, dat moet gezegd. Maar vervolgens speelt hij hem eigenlijk zo richting Forselman. Die kon er te weinig mee. Nou, natuurlijk niet, want uiteindelijk kreeg hij hem ook hard voor zijn voeten. Dus het was moeilijk.
maar weer onzeker van de jonge doelman. Nu knelbalk op snelheid richting Richard Boer. Nou, dat is niet de snelste. En daar knog het balk is ook eerder bij de bal. Er zit een voetje van Björn van der Wetering weer tussen, waardoor Jesse ook kan opruimen. Even wat druk van over, Jos. Ja, matig Cornel. Van der Wetering. Speelt Wim de Vries in. Die probeert te kaatsen op Robert van Schien, maar die was al in voorwaartse beweging. Dus de bal al voorbij. Speelt zich voornamelijk op Elbeurs helft af, de laatste minuut. Nu dan even niet, maar dan zijn we nu alweer op land. Nagelhout. Naar Boon. En naar Snoek. Met wat ruimte voor zich. Simpel onderschepping door Richard Boer en Marvin Visser ingespeeld. Dan is er Robert van Schie aan de linkerkant in balbezit. Kan hier wat mee? Hij moet de bal uithalen naar Van der Wetering. Richard Boer, die wordt onder druk gezet door William van der Hul. Prima, maar dat lost de Elburgs goed op. De selectie van ESC ziet er toch wel veelbelovend uit met de spelers die nu op het veld staan. Wat jongelingen erbij, maar ook wel wat ervaring. Van Schie in balbezit. Er wordt een overtreding op hem gemaakt en de fluit schijt er de pauze ook voor. Blokstra naar Van der Wetering. Diepte ingespeeld. Vlag gaat omhoog, maar er ontstaat geen gevaar. Van der Pol richting Sander Mensing. Die speelt de bal diep naar William van der Hul. Richard Schoeber en Mensing kan nog pakken, maar daar zit Visser tussen. En Boer, dan gaat de bal naar Rolf van Schie. Er wordt gevlagd voor buitenspel. Man. Lijkt dubieus, maar assistent maakt een gebaar van teruglopen. Dat zou kunnen. Maakt ook niet uit. Nagelhout in de richting van Cornel Balk. Die verspeelt simpel de bal aan Marvin Visser. En dan maakt Cornel Balk een overtreding. Hij zit nog niet echt in de wedstrijd, die jongen, maar dat zegt niets. Want hij is levensgevaarlijk. Bal aan de linkerkant. Oh, yes, dan lost hij goed op. Naar Boer. Volkstra en Kaats met Boer. Van der Wetering. En de bal diep gespeeld naar Robert van Schie. Ja, die maakt de beweging voorwaarts. Dan houdt hij in en dan loopt hij weer naar voren. Maar daardoor is hij te laat. Korenberg komt terug in het veld, Arjen Boon ziek het veld verlaten, ook Hamelink komt het veld weer in. Dus Overjos gaat weer een groot aantal mensen wisselen. Ik zie dat Nagelhout van het veld verdwijnt. Mensing zoekt de bank op. Dat is Forselman van het veld gegaan. Ik zie Veldhoen weer terug in het veld. Visser in balbezit. Bal diep gespeeld richting Vlokstra, maar niet te belopen. Ook Van der Pol bij Overjos weer terug in het veld. Aan de linkerkant, linksbuiten. Van de mensen met de vrije trap richting Ben Snoek. Het is opvallend hoe voorzichtig en zorgvuldig Ojos opbouwt. En nu de diepte gezocht bij Cornel Balk. En dat is helemaal niet zo gek, want die is snel. Goede interceptie van Richard Boer.
leek een corner te zijn dat de bal via Richard Boer over de achterlijn ging. Maar die liet hem eigenlijk gewoon zelf lopen. Dus die zal wel geweten wat hij deed. Geweten hebben. Dat betekent dat Kevin Struik een doeltrap mag gaan nemen. En die gaat naar Björn van der Wetering. Wat meer van druk van Overjos nu, direct. Het levert ook gelijk resultaat op. Verre inworp van Van der Wetering, maar schijnt dat misschien daarbij iets onreglementairs gedaan heeft. Vrij trap met Ben Snoek in de diepte gespeeld. Natuurlijk zoeken ze snel Cornel Balk op met zijn snelheid, maar die wordt maar moeizaam bereikt. Veldhoen. Hamelink. En Schoeber. Schoeber die speelt vanaf het middenveld deze wedstrijd. In de vorige wedstrijd begon hij als back. Ja, dat is duidelijk zijn positie niet. Hier komt hij veel beter tot zijn recht. Goeie bal, Erik van Hagen. Een prima actie. Maar ook een goede ingreep. Lijkt het. Leek een goede ingreep. Maar het scheidsrechter die... of het is voor een overtreding die daarvoor al gemaakt werd. Want hij staat op een totaal andere positie, de scheidsrechter. Maar gefloten is er, dat betekent dat Overjos een vrijtrap mag gaan nemen. Veldhoen achter de bal. Een beetje links van het midden. De bal in de diepte, die gaat richting Richard Boer. Die wordt gekopt, doorgekopt door Robert van Schie. En is het Mensing die de bal weer naar voren pompt. Simpel opgepakt door Kevin Struik. Het leek een stevige ingreep van Ben Snoek, dat was het ook wel, maar scheidsrechter gaat in. Geen vrije trap. Wel balbezit voor Elburg weer. En nu gaat de bal in de diepte richting Aken. Maar kan hij de bal controleren? Nee. Het was wel mogelijk geweest volgens mij, maar hij schatte de bal niet helemaal goed in. Het gelijk even geweest op het feit dat hij weer om moet schakelen. En geen tijd om het kopje te laten hangen. Hamelink met ingooi. Krijgt de bal terug naar Schoeber. Bal niet meer gespeeld, Wim. Ja, die kan hem net niet raken. Dat was, had gevaarlijk kunnen worden, maar de spits miste de bal met zijn hoofd. Snoek aan de rechterkant. Mensink. Naar Balk. Ah, er zit Brisa Boer uitstekend tussen. Die speelt op dit moment Cornel Balk behoorlijk de wedstrijd uit. Ook hier een goede ingreep van Rolf Verschie. Nou, die wordt weer afgefloten. Leek niet zo heel veel aan de hand. Er wordt ook wel wat gereclameerd door de Elburgers. Benny Veldhoen. Goede lange bal van Ben Snoek in dit geval. Van de Hamelink. Meer fluitsignaal, weer een overtreding van Elburg. Nou goed, dat hoort bij voetbal. En dat is op zich wel goed. Dat betekent dat je scherp bent. Veldhoen achter de bal. Een beetje op 30 van het doel af. Draait de bal in. Kan daar een kop tegenaan gezet worden? Dat kan, maar niet voldoende. Ben Snoek die het probeerde, maar de bal eigenlijk maar een beetje schampte. Geen probleem voor de keeper. En nu rechterkant. Ferry Land. Moeilijke bal voor Alkema. En zo brengt hij zijn eigen ploeg eigenlijk een beetje in de problemen.
Ja, dat is een prima aanval. Oh, die neemt hem. Oh, dat was toch wel bijna een heel vrij doelpunt. Er leek eigenlijk niet zoveel meer aan de hand, maar volgens mij was het Jesse Roen zelf die de bal achter wilde spelen. En Keijert op zijn eigen paal schoot. Nou, de paal houdt Elburg overeind in dit geval. We zullen er maar op houden dat hij het zo bedoeld heeft. Van der Wetering naar Van Schie en Visser. Nou, raakt Van der Wetering de bal niet helemaal goed. Ah, dat is goed wegdraaien was goed. Nu zit hij gelijk een aantal mensen vrij daar. En nu is het Botman die gevaarlijk kan worden. Maar die wordt uiteindelijk door de Richard Boer van de bal gelopen. En Kevin Struijf die kan opruimen. Nu Wim de Vries. Ja, die komt niet voldoende bij de bal. Hamelink speelt veldtoen in aan de linkerkant. Klokstra die zijn voetje er tegenaan krijgt. En die ingooi voor Ojos. Hamelink. Korenberg en Snoep. Met wat ruimte. En die gaat de bal naar links sturen. Dat dacht ik al. En dan staat Benny Veldhoen helemaal vrij. Goeie paas. En nu. Ah, vlagsignaal van de assistent. Aan de andere kant. Buitenspel. Van de Wetering weer. Nou, dit keer is de bal niet goed. Bereikt Muin Visser niet. Sander Mensink. Benny Veldhoen, middenveld helemaal vrij. De paas is niet goed. De paas van Sander Mensink richting Benny Veldhoen was ook niet helemaal correct. Want Benny moest terug. Aanvoerder die moest zich omdraaien om de bal weer op te pakken. Die had een beetje voor hem gespeeld moeten worden. Dan was het veel gevaarlijker geworden. Weer een aantal wissels bij Elburg. Daar zijn Marvin Visser. Marvin Visser gaat van het veld. Ik zie dat Matthijs Frik weer terugkomt. Michel Calver daar komt terug. William Hunestein. Raoul Jesseroen is van het veld verdwenen. Björn van der Wetering. En Marvin Visser. En Tom Ruitenberg komt ook terug. Alkmaar van het veld. Maar zo krijgt iedereen toch voldoende speelminuten vandaag. Wim de Vries helemaal aan de linkerkant. Probeert de bal door te koppen. Het is altijd wel lastig als je gespeeld hebt en weer terugkomt in het veld. Om dan weer warm te worden en weer mee te kunnen doen met het spelletje. Kijken hoe die jongens daarvan afbrengen. Van Hunestein. Assistent stak vrij, laat zijn vlag omhoog. Het leek een beetje op papel van zijn eigen spelers. Maar goed, er wordt wel gefloten. Veldhoen met wat ruimte voor zich. En nu? Nu kan het gevaarlijk worden. Van der Pol. Nou, er wordt een overtreding op hem gemaakt, dat is duidelijk. Dus Veldhoen die vaak gezocht wordt natuurlijk. Dat is een man, die wel, een man met ideeën en de creativiteit. Diepe paal kan simpel verwerkt worden door Ferry Land. En die komt min of meer toevallig daar bij Raymond Vlokstra terecht. En nu is het Van Schie die wat ruimte heeft. En een duel met Sander Mensink. Nou, die moet hij in principe wel kunnen hebben. Zou je zeggen. En dan komt de voorzet met zijn rechtervoet richting Wim de Vries. En nu is Tom Ruitenberg in balbezit. Gevaar nog niet geweken. Maar dat duurde te lang en er zat het voetje van Hamelink ertussen. En nu Ferry Land. De bal weer helemaal terug naar de keeper. Zag er dreigend uit, maar uiteindelijk werd het niet echt gevaarlijk. Opvallend dat Wim de Vries nog steeds op het veld staat, want dat is volgens mij een van de weinige mensen samen met keeper Struik die nog niet gewisseld is. Terwijl hij zo weinig trainingsminuten nog maar gemaakt heeft. Maar hij maakt ook niet overdreven veel meters, dus dat zal schelen. En dan komt de bal in de richting van Calver daar. Kan hem net niet controleren. Je ziet dat er wat meer ruimtes gaan ontstaan op het veld.
Dat komt de spelletje eigenlijk alleen maar ten goede, want dat zal ongetwijfeld ook betekenen dat er meer gevaar komt voor de beide doelen. Frik kan wat meters maken, schuift hem toch naar Calvada. Een meter of 10 van hem vandaan, krijgt de bal weer terug. En nu, die gaat voor een lange bal. Dat is Ruitenberg die kiest voor de minst logische oplossing eigenlijk. En nu, Frik in duel met Bultman. Bultman is snel. En Frik die doet het goed, doet het uitstekend. Hunestein ingespeeld. Calvada krijgt ook Erik van Hagen direct weer bij zich. En nu heeft Van Dam wat ruimte en dan moet hij doorlopen. Speelt de bal in richting Tom Ruitenberg. En nu heeft hij ook wat ruimte. Matige bal. Snoek. Naar Benneveld doen. Dus op het moment dat je de bal over wat grotere afstand verplaatst en die ballen komen goed aan, dan kan het wel gevaarlijk worden. De Cornelbal steekt die bal goed richting Van der Pol. En probeerde Cornelbal weer in te spelen, maar dat lukte niet. En nu Ruitenberg in balbezit. Ja. Ruitenberg moet duidelijk nog wennen aan het niveau. Voor een Hameling die diepte ingestuurd, kan hij die bal controleren. Hij houdt hem binnen. Tegenover Ferry Lans. Ja, die mekkert, maar het spel gaat gewoon door. Dat is natuurlijk niet verstandig, hè? Nu de Stijn in balbezit namens Elburg. Naar Robert van Schie. Een nuttige ingreep van Sander Mensing daar. Dan zat Van Schie een vrij veld voor zich. Een minuut of 26 onderweg in de tweede helft. Dus het blijft een boeiende confrontatie. Het is een leuke wedstrijd om naar te kijken. Overtreding op Wim de Vries. Hunestein gaat zich belasten met die vrije trap. Aan de linkerkant. Hoge bal richting Wim de Vries. Kan hij erbij? Nou, hij zit Van der Pol goed tussen. Met zijn vuisten. Raakt hij bij de spits. Wim de Vries. Nou, die schudt wat met zijn kop en gaat gewoon weer verder. Via de vuisten van de keeper over de zijlijn. En Tom Ruitenberg die mag gaan gooien. Nou, die laat het uiteindelijk toch over een Ferryland. En dat heeft ondertussen een minuut gekost. Robert van Schie. Blijft die bal bezit. Ja, die wordt wel op de huid gezeten, maar het lukt hem wel. Van Dam, keurig. Hunestein naar de linkerkant, maar daar stond helemaal niemand. Had verwacht dat er iemand mee opkwam natuurlijk. Het had waarschijnlijk ook wel gemoeten, er lag zoveel ruimte, maar dat gebeurde niet. En daar een overname van Ovios. Veldhoer, die goed wegdraait bij Van Dam. En nu, Schroepen. Naar Van Hagen. De ruimte ligt aan de andere kant, bij Van der Pol. Tegenover Richard Boer. Maar die krijgt een duwtje, maar gaat wel heel snel naar de grond. En daar fluit de scheidsrechter niet voor. In mijn ogen wel terecht. En zoveel was er niet aan de hand. Calvada. Nou, die probeert daar zijn man uit te spelen, Nick Bultman, maar die laat zich niet foppen. Veldhoen. Richting Balk. En dan is het Vlokstra. Wim de Vries ingespeeld. Ja. Die is nu niet zo nauwkeurig met zijn kaats, maar Elburg blijft in balbezit. Naar Ruitenberg aan de rechterkant tegenover Hamelink. Naar Hunestein. Die heeft wat ruimte. Die heeft wat ruimte. Houdt de bal nog even bij zich. Dan speelt hij zijn man uit en dan gaat uithalen. Dat doet hij prima. Moeite voor Van der Pol. En dan is het Ruitenberg. Paschie die probeert te schieten, maar die wordt geblokt. Elburg nog steeds in de aanval. Hunestein. Komt een voorzet, maar die had naar de tweede paal gemoeten, want daar stond Wim de Vries klaar. Maar die voorzet kwam niet ver genoeg.
Cornelbalk. Via een voetje van de Elburger over de zijlijn. Het wordt hier vrij donker. Het zou me niet verbazen als zo meteen nog een paar spitters regen gaan vallen. Goed gedaan van Cornelbalk, maar Richard Boer die laat zich niet passeren vandaag. Die speelt een uitstekende wedstrijd. Wim de Vries tegenover Korenberg. Maar Ten Dam die speelt Ruitenberg niet goed in. Goed in één keer gespeeld van Veldhoen. Die krijgt de bal terug van der Pol. Tegenover Vlokstra. En dan de bal verplaatst naar de andere kant. Dat is goed. Mensing naar Bultman. Terwijl hier de eerste spelers naar beneden komen. Een prima bal. Kan Ten Hagen daarbij? Van Hagen? Nee, dat kan hij niet. Goed de bal afgeschermd daar door Calvada. Dat betekent dat Struik een doeltrap mag gaan nemen. Frik naar Calvada. Het wordt erg donker ook op het sportpark. Het zou me niet verbazen als dit nog een heftig buitje wordt zometeen. Scheidsrechter fluit voor het einde van de wedstrijd. En dat weet niet wat daar de reden van is. Mag je uit, Frans? Maar de wedstrijd is afgelopen. We hebben volgens mij een half uur gespeeld in de tweede helft. Frans, mag je uit? Maar goed, de wedstrijd eindigt met een 1-1 eindstand. Overjos en Elburg hebben er een interessante partij voetbal van gemaakt. Die had van mij nog wel een kwartier mogen duren. Gebeurt niet. De wedstrijd is afgefloten door Pauls. En ik dank u voor het kijken. Salia Martínez, soy la dueña de la finca Victoria 1 con un hectareaje de 7.0. Se trabajan un grupo, un núcleo familiar, marido, sobrino, hijos. Se maneja un promedio de 20 a 30 cajas semanales. Y gracias a la ayuda del Mercado Justo se ha podido mejorar la empacadora, porque antes contaba con un solo tanque. Entonces con la ayuda que me hicieron, se obtuvo de hacerse las dos tanques. No puede decir voy a comprar esto o esto otro, que ya me quedo un poquito más ya, porque eso le produce peso y le produce tamaño. Desearía tener también un buen riego en la plantación y eso, que ayuda mucho. Me gustaría mejorar el baño. Me le falta una parte al baño. La cocina, que también la tengo un poco. Está un poco molla. AGJ levert alles voor uw auto. Van service tot alle automaterialen en accessoires. En uiteraard uw APK-keuring. AGJ is tevens leverancier van topmerken gereedschap en professioneel equipment. Ja, zelfs van special tools voor de professionele tot self-made automonteur. AGJ. De specialist in Elburg op het gebied van bedrijfskleding, veiligheidsschoenen en persoonlijke beschermingsmiddelen. Voor vereniging of bedrijf
met of zonder opdruk. Wij kunnen zelfs voor u de opdruk ontwerpen. U vindt AGJ aan de Robbersmadestraat 21 in Elburg. Of kijk op onze website www.agj-elburg.nl. Ik had wel heel erg haast, omdat ik bang was dat dit huis anders verkocht zou zijn aan een van de anderen. Mijn opa en mijn oma. Ja, kan ik vanaf hier goed in de gaten houden of alles goed gaat met ze? En binnen no time was het allemaal rond en klaar. Je verwacht dat het allemaal heel lang gaat duren, omdat het zoveel papierwerk is. Binnen een week kan er veel gebeuren. Ik had echt moeten huilen, denk ik, als we een ander huis hadden moeten gaan kopen. Dat weet ik wel zeker. Super trots. Zeker trots, ja. Een hypotheek binnen een week. Een aandeel in elkaar. Rabobank. Geef Bioscoop Cadeau de Toto cadeaukaart of de Google Play giftcard. Voor meer dan 100 cadeaukaarten. Even naar Primera. Maak je cadeaukaart extra persoonlijk met een Hallmark wenskaart. Ook voor Hallmark wenskaarten. Even naar Primera. Partycentrum De Haas. Het meest veelzijdige horecabedrijf in de regio. Voor gezellig verblijf in ons Grand Café. Op een diner in ons à la carte restaurant. De uitgebreide menukaart biedt voor ieder voldoende keus. Maar ook voor het houden van een feest of bijeenkomst in ons partycentrum. Met de beste barbecue en koud warm buffetten. Restaurant en partycentrum De Haas in Elburg. Alles wat u nodig heeft. Ja, we hebben de wedstrijd gespeeld. We hebben een kwartiertje minder gespeeld, de wedstrijd OBIOS tegen Elburg, dan eigenlijk de bedoeling is. Wim, jij bent de grote aanleiding daartoe, geloof ik, of niet? Nou ja, grote aanleiding, dat is een groot woord. Maar ik zei wel tegen de scheids van, zou je het licht niet eens een keer aandoen? En toen zei hij van, nou, het wordt best wel donker. En voor de rest zei ik niks. Je bent de enige speler van Elburg naast de keeper die de hele tijd op het veld stond. Die was gewoon moe eigenlijk. Nou, ook. Ja, het kwam bij mij best wel goed uit. Ja. Even serieus. Benny, jij hebt niet de hele wedstrijd gespeeld. Maar wat je gespeeld hebt en je teamgenoten, het zag er eigenlijk allemaal best wel goed uit. Ja, ik denk dat we wel redelijk hebben willen voetballen, zeg maar, via het middenveld. Inspelen en dan niet te gehaast, wat we er wel een handje van hadden, zeg maar. Lopen seizoen dan lange bal snel spelen, maar bewust afgesproken, zeg maar, zijn we mee bezig. Nieuwe trainer en proberen via het middenveld te voetballen, zeg maar. Dat is ons doel, zeg maar. Dus. Ja, dat ging redelijk goed. Consequentie is wel dat je baltempo wat hoger zou moeten zijn dan het op dit moment is. Want anders dan wordt het niet echt heel vaak gevaarlijk. Dat zag je met name in de eerste helft. Ja, dat klopt. Het tempo moet wel hoger op. Wil je wat creëren, zeg maar, anders blijft het ook een beetje rondtikken en niks schiet niet op. Zeg maar. De tempo zal hoger op moeten en dan misschien meer afwisselen met die lange bal. En, ja, tweede ballen winnen met snelheid hebben we genoeg voor in, denk ik, als iedereen fit is. Dus dat kunnen we benutten, denk ik. Dus, De echte scherpe moet natuurlijk nog komen, maar het zag er in ieder geval best wel verzorgd uit. Voor Elburg, die begonnen eigenlijk met een... Was jij niet bij of heb je die wedstrijd wel gezien? Tegen DSV? Ja, zaterdag heb ik wel een stukje gezien. Dat zeiden we van tevoren dat we twee speelstijlen eigenlijk wilden proberen. Zaterdag wilden ze wat meer druk naar voren leggen. Nou ja, je hebt de wedstrijd volgens mij zelf gezien. En dat was volgens mij de eerste wedstrijd dat iedereen moest wennen. En vandaag hadden we echt de nadruk om een beetje als team OBIOS op te vangen vanaf het middenveld. En ik als diepe man. En dan zo proberen een nagel het af te stoppen met zijn lange bal. Maar ik denk dat wij als team wel heel goed stonden. Dat we het OBIOS best wel hebben moeilijk gemaakt. Nou ja, en dan krijg je zelf kansen met lopende mensen. Jullie speelden met de linies vrij kort op elkaar, hè? Ja. Kijk, we hebben dit jaar natuurlijk wat nieuwe spelers erbij gekregen. Wat nieuwe middenvelders, Verschie en Hunestein. Nou ja, en om je wil je eigenlijk allemaal inpassen. En dan ga je echt met linies vlak bij elkaar voetballen. Dus dat klopt. Wat mij opvalt is, het is natuurlijk een gegeven dat het altijd lastig is. Maar jullie hebben een aantal jongens die vanuit de A's doorkomen. Ja.
Dat zul je als vereniging zijn wel moeten. Want Elburg die haalt geen spelers meer. Maar ze zijn nog wel een beetje bleu. Ze reageren, ze anticiperen eigenlijk niet zo zoals het zou moeten. Dat bedoel ik met name op in de voorhoede Tom Ruitenberg, waarvan je kan zien dat het een goede voetballer is. Ja. Maar hij is eigenlijk altijd net een stapje te laat. Ja, maar ja, goed. Ik denk dat Ben dat ook weet. Je bent allemaal een keer jong geweest. En ja, die eerste momenten dat je moet invallen in het eerste, ja, dat is altijd moeilijk. Dus ja. Weet je wat het is? Dan is het zoals spelers zoals Ben en zoals ik de oudste heel belangrijk dat je zulke spelers opvangt. En probeert hun te coachen. Ja, op een gegeven moment gaat het wel lukken. Maar goed, tel ze maar eens op een hand die in één keer doorkomen. Er zijn er maar een paar hoor. Ja, maar dat klopt. Dan moet je echt wel heel veel talent hebben. En dat lopen er wel. Voor Overjos geldt hetzelfde. Jullie hebben een paar jongens. Ik zie Forsenman lopen, Korenberg. Die pakken het eigenlijk in mijn ogen best wel behoorlijk goed op. Ja, inderdaad. Ik denk, zoals Erik Jan de tweede vorig jaar, nou, dat mag nou. Hè. We zijn er wat op vakantie, je valt in, je doet goed. Dus er zijn de juiste kansen voor zulke jongens. Maar en Arjan Kaboven van Dos Kampen. Zie je ook dat hij wil ook graag en nog jong. Ja, wie weet krijgt hij hier bij Overjos wel zijn kans. En kan hij zich in de kijkers spelen buiten van. Dus, En Van der Pol? Keeper, ja. Ook vorig jaar natuurlijk de blessure Herold. Opkomende dagen, zeg maar. Eigenlijk spelen, doet handschoentjes eraan. Nou, pakt er ook goed op. Dus ik denk genoeg concurrentie en dat maakt elkaar alleen maar sterker, denk ik. En ook belangrijk is voor een selectie is dat je op meerdere posities gewoon concurrentie hebt. Dan hou je elkaar scherp en dan ja, belangrijk. We hebben nog één wedstrijd te gaan. Voor jullie is dat tegen DSV. Weer een derby. Ik denk dat dat in de voorbereiding helemaal niet verkeerd is om derbies te spelen. Er staat er iets meer druk op dan een partijtje om niets tegen een onbekende tegenstander. Daar ga je op voorbereiden. Leeft zo'n wedstrijd ook nog, zo'n tegen DSV? Nou, het leeft natuurlijk wel meer als bijvoorbeeld tegen Uno of zo of Elspet, maar wij zijn wel puur bezig met de voorbereiding, zeg maar wel met het ontwikkelen van. Kijk, natuurlijk wil je graag het toernooi winnen, daar gaat het natuurlijk wel om, hè. Je wilt wedstrijden winnen, maar we zijn wel bezig, zie je vandaag half uur word ik gewisseld, iedereen wordt gewisseld. Bewust zijn, maar iedereen die even aantal minuten geven, dus ja, daar zijn we mee bezig, opbouwsituaties. Dus, maar ja, we willen zaterdag natuurlijk wel winnen om het toernooi nog binnen te slepen, maar het zou moeilijk worden denk ik. Maar ik denk dat je buurman daar een belangrijke rol in gaat krijgen, want die spelen de laatste wedstrijd tegen het Harde. En het kan maar zo zijn dat het Harde na morgen op 6 punten staat, dus om een kans te maken. Ja. Het wordt wel weer eens tijd dat Overjos die beker mee naar huis neemt. Ja, we hebben 1 keer gewonnen volgens mij, dus ja, natuurlijk wordt het weer tijd. Wij zijn ook de hoogst geklasseerde elftal, zeg maar, tweede klas. Dus eigenlijk ben je wel verplicht bijna om het te winnen, maar ja, daarom zeg ik voorbereiden zegt niet zo heel veel in mijn ogen. Ik richt me meer op de competitie 3 september. Dan moeten we er staan en dan gaat het uiteindelijk op de punten, zeg maar. En nu niet. Dus, Dat is ook helemaal waar. Voor jullie, goed, daar sluiten we dan mee af. Jij speelt 3 derbies met ESC dit toernooi. Dat is natuurlijk anders dan bijvoorbeeld het Harde, die speelt er maar 1. Mm-hmm. Eigenlijk is de kans groot dat jullie nou morgen niet meer meedoen om de toernooizegen. Maar ik denk dat het aan motivatie niet zal ontbreken tegen het Harde. Nee, sowieso niet. Ik bedoel, wij willen ook wel dat Overjos hem wint, dus we kunnen wel een parcoursje gooien. Ja, nu heb je een beetje Nee, maar goed, weet je wat het is? Wat Ben ook zegt, wij zijn ook bezig met de voorbereiding en deze teams komen ook weer tegen in de competitie. Dus je wil gewoon je huid goed verkopen en dat hun gewoon bang voor ons worden. Dus ik denk dat we gewoon volle bak gaan en winnen. Ik dank jullie allebei voor dit interview en ik wens jullie veel succes de komende wedstrijd, de derde wedstrijd. En we gaan elkaar ongetwijfeld spreken. Prettige avond nog. Wow. Goed, ik dank de kijkers voor hun aandacht deze wedstrijd. Morgen is de derde dag van de Veluwe Cup. Dan spelen het Harde en DSV tegen respectievelijk Oene en Elspet. Dan zal het toernooi afgesloten worden op zaterdag. En dan hebben we een paar hele interessante wedstrijden. Dat begint met het Harde tegen Elburg. En het toernooi wordt afgesloten met Overjos tegen DSV. Ik wens u allemaal een prettige avond. En ik zie u graag terug aanstaande zaterdag vanaf 2:10 met 2 live wedstrijden op Bloed TV.